Stropcast. Welkom bij de allereerste aflevering van Stropcast, de podcast van de Gantoise. Stam nummer 7, de bekerwinnaar van afgelopen seizoen en de ploeg die voor het 8e jaar op rij Europees voetbal speelt. Dit wordt de plek om het in de breedste zin over AA Gent te hebben. En hopelijk doen we dat een beetje zoals onze fans het graag willen. Een beetje eigenzinnig dus. Hier en daar een schepje geneut erbovenop, maar vooral met veel goesting en plezier. Welkom dus ook aan de allereerste gasten die de spits mogen afbijten in Stropcast. Dag Hein van Hazenbroek. Goedemiddag. En dag Jonas Heijrik. Dag Tom. De ene zullen we misschien moeten voorstellen en de andere niet. Dus Hein, vertel eens wie... Jonas, nee, hoewel helemaal onbekend ben je natuurlijk niet. We hebben jou al wel vaker gehoord, denk ik, in afleveringen van De Tribune bij Sporza. Waar je meestal over de koers komt spreken natuurlijk als hoofdredacteur van Bahamontes. Klopt, ja. Dus blij dat ik het vandaag een keer over voetbal mag hebben. Ja, want als het nodig is en misschien ook als het niet nodig is, kun jij een serieuze boom opzetten over A-agenten? Wel, ik ben toch al behoorlijk lang supporter en ik volg het reilen en zeilen van de club. Dus ik denk dat ik toch wel een beetje ga kunnen meebabbelen. Ja. Ja, maar hoe lang ben je al supporter? Ik schat je rond de 40, klopt dat? Dank u Tom. Ik ben binnenkort 45, maar 40 is prima. Ja, ik denk dat ik de eerste keer naar A-agent ben komen kijken als ik 6 of 7 jaar was. Mm-hmm. Nog in de Ot natuurlijk, in het Otstadion. Agent Lokeren. Met mijn vader. En wij kwamen naar de tweede helft kijken, omdat het dan gewoon gratis binnen kon. Dat was echt zo. De poortjes die stonden gewoon open. Niemand aan de loketten niet meer. En wij konden gewoon gratis van de tweede helft genieten. Ik denk Agent heeft toen gewonnen. René Mucher deed nog mee. Aad Koudijzer. Allee, ja, geweldige was tijden. Michel Louagie er toen al? Want als hij dat hoort van die poortjes en gratis binnenkomen. Ja, maar ongelooflijk dat toen kon. Als je dat nu doet, dan... Ja, wilde niet weten wat er gebeurt waarschijnlijk. Hè? Nee, maar dat was meestal wel zo. Hè. Bij de meeste ploegen aan de rust werd niet meer gecontroleerd. Hè. Ja. Van je 6e, 7e dus al supporter. Je had een blauw-witte pennenzak, als we daar als over beginnen. Ja, ik denk het wel. Ja, ja, ja. Ja. Toen een blauw-witte pennenzak, nu een blauw-zwarte fiets. Ja, ik zag hem staan, want je bent inderdaad met de fiets gekomen, Jonas. Ja. Dat moeten we erbij zeggen. Maar wel in de verkeerde kleur. Hè. Hoe heb je dat over je hart kunnen krijgen? Een blauw-zwarte fiets gekocht? Ja, het was niet te kiezen. Dit is een fiets die ik in bruikleen heb van Canyon. En ik had de kleuren niet te kiezen. Want had dat wel het geval geweest, ja, dan had ik nooit voor blauw-zwart gekozen natuurlijk. Ja. Hein, kende jij Jonas al of wist je wie hij is? Ik ken hem niet persoonlijk. Ik ken wel Bahamontes en dat ze dat al een tijdje geleden. Ondertussen zegt hij 10 jaar bijna of al 10 jaar. Mm-hmm. Dus daar was ik wel van op de hoogte. Maar ik ken niet alle supporters van A-agent. Dus ik wist ook niet dat hij eigenlijk een keihard de supporter van A-agent was. Dat wist ik ook niet. Ja, ja. Er is ooit een voetbalvariant geweest, hè, van Bahamontes. Ja, klopt. Puskas. Dat zijn ondertussen cultnummers. Want we hebben er maar 5 of 6 gemaakt. Maar dat sloeg niet aan zoals dat ons wielerblad aansloeg. Ik denk, er zijn daar twee goede redenen voor. Ten eerste... In de koers zeiden, als je voor Sepp van Marke bent, zeiden niet tegen Greg van Avermaat. En dan zeiden eigenlijk supporter vooral voor alle Belgen. En in het voetbal is dat natuurlijk niet. Hè. Als je voor A-agent bent, zeiden tegen Club Brugge. En zeiden voor Standaard, dan zeiden tegen Anderlecht. Dus als wij iemand van Anderlecht op de cover zouden gezet hebben, dan was dat al voor een groot deel van de andere voetbalsupporters. Plus denk ik dat de wielersupporter toch iets meer hangt naar nostalgie en naar oude verhalen. De voetbalsupporter wil vooral weten wie staat er volgende week in de ploeg en hoe zit. Is ook het aanbod van wielermagazines niet kleiner dan vroeger voetbal? Ja, maar zo heel veel. Voetbalmagazine. Er zijn ook niet zo heel veel, ik weet het. Maar het is wel wekelijks. Hè? Ja, dat is waar. Maar ik denk dat wij het vooral het verschil maakten met verhalen. Hè? Ja. Grote verhalen, heel veel aandacht voor schone fotografie. Verhalen van vroeger, van minder bekende goden. En in het wielrennen sloeg dat ze biedt aan. Ja. En in het voetbal, Puskas had van in het begin 1000 of 1500 abonnees. Maar dat stagneerde. En ja... Een ander probleem, maar dat is iets compleet anders, advertenties. Hè. In het wielrennen zijn er heel veel merken, heel veel sponsors. Maar in het voetbal, ja, dat heb je niet. Hè. Gaat Puma, Adidas. Ja. En die zitten niet te wachten om in een beginnend voetbalboekje te gaan adverteren. En dan de VDK, ja, die dat is Gent. Voilà. Clubgebonden al. Ja, dus dat waren zo wat problemen. Dus ja. Kijk. Ja, ja. Jij kent Hein natuurlijk, maar of hij een koersliefhebber is, dat weet je misschien niet. Hein? Liefhebber, ja. Ik ken er niet. Hè. Ik wil mij nooit uiten als kenner. Ik ben ook geen kenner.
Maar ik ben wel een liefhebber. Ik ontleed ook graag de koersen. Dus dat wel. Maar geef mij 15 foto's van mensen uit peloton en ik ga ze niet herkennen. Hè. Ja. Zelfs zonder helm. Hè. Om ze te herkennen in het peloton moet je al een specialist zijn. Maar ik ga ze ook niet herkennen zonder helm. Oké, de grote, de grote natuurlijk wel. Hè. Bij alle ploegen de grootste, die ken je wel. Maar al die nummer 6, 7 van de werkers, ja, die ga ik niet herkennen. Ja, ze hebben je onlangs nog maar geïnterviewd bij een nieuwsblad over Remco Evenepoel die de Vuelta won. Had je daar dan veel van gezien? Ja, ik heb ze allemaal gezien, denk ik. Ik ga niet zeggen van aan het begin, maar zeker de laatste 30, 40 kilometer heb ik denk ik iedere rit gezien. Dat gebeurt niet altijd. Hè. Dat is niet altijd het geval dat ik iedere rit zie van de Giro, van de Vuelta. De ronde wel meestal. Maar als dan natuurlijk Belgen meespelen in de koers, ja, dan probeer ik wel aanwezig. Mm-hmm. De meeste klassiekers probeer ik ook altijd te volgen. Alhoewel, dat is ook niet altijd evident. Ja, we hebben al heel vaak moeten spelen op de dag van de Ronde van Vlaanderen. En die passeren dus op een steenworp van mijn deur. Hè. Dus, ja, het was nu ook zo. Hè. De laatste keer uit op Cercle Brugge was de dag van de Ronde van Vlaanderen. En toen begon die wedstrijd om 4:00, als ik me niet vergis. Onvoorstelbaar. Ja, zat iedereen op zijn smartphone ondertussen in de tribune te kijken naar de Ronde van Vlaanderen. Voor mij is dat een reden om die zondag niet naar de voetbal Parijs-Roubaix. Uh-huh. Is het absoluut koers. Ja. Mijn vrouw weet dat ook. Die moet het huis uit. Moet de kinderen meenemen. Ik heb het ook al geprobeerd, maar dat lukt niet bij Michel. Ja, oké. Okay. Jij natuurlijk, Hein, professioneel vooral voetbal. Bij jou is het omgekeerd. Het zal toch meer de koers zijn dan voetbal. Maar als je moet kiezen, is het dan ook koers boven voetbal? Ja, toch wel. Ja. Dat is eigenlijk altijd zo. Alhoewel, ik heb eigenlijk het langst van al gevoetbald. Ik heb nooit echt gekoerst, maar ik heb wel gevoetbald tot mijn 24 zeker, denk ik. Maar er was toch altijd net iets meer liefde voor de koers. En dat is de laatste jaren alleen maar toegenomen. Als ik eerlijk ben, heel eerlijk ben, dan durf ik ook al vaak eens de koers voor het voetbal verkiezen. Maar het is te zien wat. Hè. Ik ga natuurlijk niet naar, met alle respect, maar naar de Ronde van België kijken in plaats van naar een grote voetbalmatch kijken. Maar ik zou gerust durven de Ronde van Vlaanderen verkiezen boven Club Brugge-Anderlecht bijvoorbeeld. Hè. Maar kijk ik absoluut naar de Ronde van Vlaanderen. Absoluut. Wim de Koning zegt dat ook. Hè. Maar gelukkig zijn er nu middelen genoeg om op twee schermen tegelijk naar dingen te kijken. Voilà. Dus dat is ook een oplossing. Maar goed, voor jou dus meer koers dan toch dan voetbal. Is dat ook, of komt dat ook een beetje omdat er vanuit het wielrennen vaak op het voetbal... Ja, wat mag ik zeggen, neergekeken wordt zo van, goh ja, het zijn... Ja, er wordt altijd gezegd, hè, koers is echt sport, voetbal is een spelletje. Ja, nee, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik denk wel dat renners waarschijnlijk meer uren moeten trainen. Alhoewel dat ook allemaal aan het veranderen is. Voetballers zijn echt... Ik herinner me, ik heb Thomas Buffel jaren geleden, als hij nog bij Feyenoord net kwam piepen, geïnterviewd. En die, wat dat die toen maar moest trainen... Allee, dan dacht ik van, dit is onwaarschijnlijk. Maar dat is allemaal wel... Ja, wel maar je kan het niet vergelijken. Ik denk dat er geen enkele wielrenner nu is die zegt dat voetbal geen topsport is. Mm. Ik denk dat er vroeger anders werd naar gekeken. Vroeger konden wielrenners ook niet goed lopen. Hè? Nee, heel veel wielrenners konden absoluut niet goed lopen. Nu zijn het echt topatleten geworden, hè, op alle niveaus. Hè. Dus zij kunnen supergoed lopen ook. Maar er zijn ook voetballers die supergoed kunnen fietsen. Hè. Het zijn natuurlijk twee andere sporten. Hè. Een wielren is absoluut een duursport. Hè. Dus dan moet je wel langer gaan trainen. Voetbal is eerder een explosieve sport. Hè. Dus wat dat betreft, je moet ook kunnen lopen. Maar je moet ook snel zijn, je moet krachtig zijn. Dus ja, er wordt heel fel... heel veel kort getraind, intensiever getraind. Ja, dat kan je geen 5 uur aan een stuk doen, dat is onmogelijk. Hè? Dus wielrennen, je kan perfect 250 tot 300 kilometer Milan Sanremo rijden. Als je natuurlijk niet begint te sprinten van in de eerste 10 kilometers, dan kan je eigenlijk blijven fietsen. Vroeger werd er gefietst van s'morgens in het donker tot s'avonds in het donker. Van Bordeaux naar Parijs. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Hè? Dus, het zijn andere sporten, ik kan ze niet vergelijken. En ik denk dat die verhouding tussen de twee, dat echt iets uit het verleden is. En dat nu zowel de wielrenners als de voetballers wel beseffen dat je over andere dingen aan het praten bent, dat je appelen met peren aan het vergelijken bent en dat alles nu topsport is. Ook voetbal is nu topsport. En ook, ja, ik kan begrijpen dat Thomas Buffel dan wel zei van wij trainen minder. Alleen ja, als ze dan natuurlijk in dat anderhalf uurtje dat ze trainen niks doen, ja, en dat gebeurt ook wel, moet ik zeggen. Mm-hmm. Maar
De dag van vandaag zit dat toch allemaal goed in elkaar. Ik spreek over 15-20 jaar geleden. Wordt er bij momenten heel intensief getraind. Misschien gedurende een uur en een kwartier maar. Maar dan wel super intensief. Waar ik zeg, ja, laat hier nu wielrenners meetrainen. En die zitten na 45 minuten op hun knieën. Hè. Omdat het een andere manier van handelen en doen is. En omgekeerd misschien ook. Hè, want ook, ik herinner mij bijvoorbeeld van op stage in Oostenrijk. Daar heb jij de spelers dan af en toe laten proeven van fietsen. Die klimtijdrit die erin zat, dat was pittig. Ja, hè? Maar ook daar heb ik talenten ontdekt. Hè. Ja. Evenepoel is natuurlijk het voorbeeld van de voetballer die in staat is om enorme wattages te draaien. Maar Thomas Maton was bijvoorbeeld ook zo iemand. Hè. Die reed gewoon een klimtijdrit van, het was in Dardenne, in het bos zelfs, dus op onverhard. Die ging gewoon op de grote plateau naar boven. Hè. Daar waar alle anderen op een kleinste vitesse zaten, ging hij op de grote plateau naar boven en die stopte niet. Hè. Hij heeft zelfs ooit eens op Stenen, dat is vlak bij mij in Schorissen, op Strava de beste tijd gereden voor Van Petegem. Van Petegem had daar de snelste tijd en plotseling werd hij verbeterd door Maton. Ja, straf. Om maar te zeggen, ja, hij had de mogelijkheden natuurlijk, hij voetbalde graag, maar hij had ongetwijfeld ook een carrière kunnen maken als wielrenner. Ja, wie is nu de beste wielrenner zeg maar, in jouw selectie, Samoise? Ja, Mathies, ja. Maar hij komt niet in de buurt van een Maton. Davy de Beule was ook zo'n goede wielrenner eigenlijk. Maar zijn vader was prof geweest ook bij hem. Dus, en bij ons is Mathies, omdat Mathies heeft denk ik de meeste ervaring van te fietsen ook. Tot vorig jaar kwam hij altijd met de fiets na de trainingen. Nu niet meer? Hij is er nu niet meer? Nee, hij rijdt nu met de auto. Hij zou beter, weer beginnen fietsen. Ja, Alessio Castromontes was ook niet slecht. Die was ook niet slecht, maar die moest het net afleggen, denk ik, tegen Mathies. Mathies had pech in de eerste proef, maar kan ook gebeuren. Ja, kan ook gebeuren, hoort erbij bij wielrennen. Voor we verder gaan en dan toch vooral over voetbal, wil ik het eerst nog eens over de naam van onze podcast hebben, Stropcast. En bij deze een eervolle vermelding voor Tom Klaas. We hebben, toen we deze podcast in het leven geroepen hebben, een oproep gedaan naar de supporters van stuur maar wat suggesties in. En deze naam is eruit gekomen, Stropcast. Bedacht dus door Tom Klaas. Tom had er vandaag mogen bij zijn, maar hij was helaas verhinderd. Niettemin, Stropcast, de stroppendragers van Gent. Iemand hier geschiedkundig aangelegd om dat nog even te duiden? Alluderend naar wat gisteren allemaal is gebeurd. Hè. In Engeland, de geschiedenis heeft ook zijn grote verhalen in het Gentse. Uh-huh. Dus Karel de Vijfde. Er was een opstand, denk ik, van de Gentse bevolking. Om wat precies, weet ik nu niet meer. Maar Karel V was absoluut niet tevreden. En liet de Gentenaren in een nachtkleed en met een strop rond de nek door de stad wandelen, denk ik. Hè. Dus, bij wijze van vernedering was dat. Er was inderdaad een opstand. Ik denk dat verhaal klopt. Kun jij dat boek bevestigen? Mijn geschiedkundige kennis over Gent is blijkbaar toch minder dan die van hij. Dat is straf, want jij bent een Gentenaar. En hij blijkt de geschiedenis beter te kennen dan jij, Jonas. Ja, en ik ging mij daar eigenlijk nog een beetje in verdiepen, maar ik ben dat eigenlijk vergeten. Nee. Maar ik heb wel zelf een blauw-witte strop. Die ik dus op matchdagen. Ja, het is wel een beetje het symbool van de Gentenaar ook geworden. Ja. Een symbool van inderdaad verzet, van opstand, van dat eigenzinnige. Wij zijn Gent en wij gaan ons niet laten doen of ons de wil laten opleggen door anderen. Want dat was denk ik toen, in de 16e eeuw spreken we over wat er aan de hand was. Het gezag dat vooral opgelegd werd vanuit Spanje en dan door keizer Karel inderdaad gehandhaafd werd. Ja, keizer Karel, dan ken ik dat vooral van het bier. Ja. Een bierkenner, dat ben jij dan weer wel, hè, Jonas? Dat is waar, hè? Ja. Bierkenner, bierliefhebber. Ja. Strop bestaat ook, hè? Ja, strop bestaat ook. Een stropke. Ja, absoluut. Daar kan ik ook wel over mee spreken. maar het typeert dus de Gentenaar. De Gentenaar is wel, en dat kun jij dan zeggen, Jonas, een apart beestje, hè, als ik het zo mag noemen. Ja, dat denk ik wel, hè. Ja. En ik denk dat we ook redelijk lastige supporters zijn soms, of niet de makkelijkste supporters. Er zit al veel West-Vlaams bloed in de Gentenaars. Mm-hmm. Er zijn al heel veel West-Vlamingen ingeburgerd in Gent. Dus... Ja, maar daarvan zijn er toch ook nog heel veel supporters van Club Brugge, hè? Ja, nee, dat is waar. Ja. Dat zouden ze dus, weer buiten steken. Ja. Nee, maar je merkt dat de Gent-supporter nogal rap durft een keer te neuten. Neuten, hè? Ja, dat hoort erbij dan.
Ja, dat denk ik ergens wel. Hè. Ja, we zijn niet... Allee. En als we content zijn, zijn we rap weer mal content, denk ik. Ja. Is dat voor een trainer lastig? Nee, ik heb daar totaal geen probleem mee, eerlijk gezegd. Mijn doel is altijd, en ik heb dat ook vandaag tegen mijn groep gezegd, mijn doel is het stadion vol krijgen. Dat was mijn doel toen ik in Kortrijk begon, in tweede klasse. Ik ben daarin geslaagd, het eerste jaar nog. Hebben we bekerverhaal geschreven, fantastisch bekerverhaal, en hebben het stadion al volgekregen. Het jaar daarna opnieuw. In eerste klasse dan diverse keren. En toen ik naar hier kwam, hadden ze ook net een slecht jaar. Twee slechte jaren, maar waarvan één jaar hier, hè, in het nieuwe stadion achter de rug. Gaat niet zeker onder meer nog? Ja, onder andere ook. Ja, ja. Juist. Ja. Maar dan heb ik gezegd van oké, mijn doel is het stadion vol krijgen. En dat is ongelooflijk snel gelukt. En dat is ook heel lang blijven duren. Want dan heb ik daar een vraag, waar is het breekpunt geweest? Want ik denk dat we ongeveer in mijn 3 jaar, ik ben hier 3 jaar en een beetje geweest, in die 3 jaar, dat het buiten misschien de eerste maanden van het eerste jaar, bijna altijd heeft volgezeten. Europees, in de competitie, er werd gevochten, er werd gesproken, of niet alleen van beneden toe te doen en 5000 plaatsen, nee, er waren 3 al zeiden van een tweede ring erboven zetten, want er waren zoveel aanvragen. We zaten aan ons maximum abonnementen, 16.000, allemaal in een wip weg. En dan ben ik vertrokken, na een mindere start. En dan hebben ze dat jaar nog goede resultaten gehaald, maar dan is plotseling toch dat verval in aantal toeschouwers gestart. Er is nogthans nog een goede periode geweest met Toroep, waar er ook Europees werd overwinterd. Dus ja, dat is zo. Ja. Ja, en dan zat er wel... En dan de corona en dan dat moeilijk jaar daarna, ja, denk en, ik. En allee, toch ook die stomme uren. Hè. Allee, bedoel, dat zal ook wel meespelen. Dat speelt sowieso mee. Alles is tegenwoordig... Allee, ja, dat is zo. Hè. Alles moet wijken voor die tv-toestanden. En volgens mij, want het is niet alleen in Gent. Hè. Als je nu de toeschouwersaantallen van afgelopen week zag, dat was echt bedroevend. Hè. Dat is, ja, maar Standaard nu bijvoorbeeld. Ja, Standaard. Hè? Ja, goed. Maar ja, Standaard Club Brugge, als dat al niet... Ja, maar vorig jaar. Club Brugge, 6-1 thuis, zat niet vol. Hè. Er was 17.000 of 18.000 kaarten weg in plaats van 20.000. Hè. Ja. Dat was ondenkbaar vroeger. In die eerste jaren, Club Brugge, de kalender moest nog maar uit zijn. Ja, ja, en ze zagen, het is in december. Boef, ze bestelden alle de kaarten. Degenen die geen abonnementen hadden, bestelden aan de kaarten. Voor zeker die match moeten we erbij zijn. Ja. En zelfs dat krijgen we niet meer vol. En dat is bij mij zo wel iets van, wow. Want vorig jaar hebben we 4 keer tegen Club Brugge gespeeld. We hebben ze hier een keer met 6-1 geklopt. We zijn Ginter 2 keer gaan winnen. En hier in de beker hadden we altijd moeten winnen. We hebben ook een heel goede match gespeeld, maar ook niet vol. Uh-huh. En het is 1 keer vol geweest vorig jaar. En dat was tegen Anderlecht. Op 3 speeldagen van het einde, wetende dat als we Anderlecht klopten, sprongen dat we erover. Kwamen we in de eerste 4. Jammer genoeg was dat dan niet voldoende. Maar we zaten op ons tandvlees in die match. We hadden een heel druk parcours afgelegd. En Anderlecht moest geen Europees spelen, dus die waren fris. Die draaiden vrij goed op dat moment. Wij ook. En dan heeft ons publiek ons erdoor gesleept, hè, die match. Want de eerste helft waren wij goed, hadden wij kansen ook. Maar in de tweede helft zakten wij gewoon weg, fysiek weg. En was het overleven. En dan heeft dat publiek zich daarachter gezet. En het is geen toeval dat de enige keer dat er 20.000 mensen waren, dat wij dan nog 10 minuten voor het einde het eigenlijk over de streep trekken. Hè? Met de steun van dat. Want ik heb dat publiek altijd zo gekend. Hè? Iedereen zegt altijd, de beste sfeer is in Standaard of in Brugge. Ik zeg nee, de beste sfeer in die periode was hier. Dat was fenomenaal. Wat een ambiance hier, wat een lawaai hieruit kwam, dat was gewoon fenomenaal. Dat ligt ook aan hoe dat stadion gebouwd is volgens mij. Want dat heb je wel als supporter, als je daar zit, het geluid blijft... Precies, ja. Wel heel goed hangen. Tegen Valencia bijvoorbeeld in de Champions League. Wij gingen van het veld, jongen. Dat was precies een aardbeving. Ja. Dat was niet normaal. Ik had dat nog nooit meegemaakt. Dus dan moet jij spreken van Standaard en van Omteven. Ik had dat nog nooit meegemaakt. Alleen, ja, dan waren er 19.000 die meededen. Hè? Die 1000 bezoekers gaan we niet meegeroepen hebben. Maar 19.000 allemaal vol een bak. Hè? Ik krijg weer kiekenvlees. Want ja, ik was, dat mis ik. Hè? Nu mis ik dat. Ja. En met alle respect voor de mensen die er zijn, hè, die doen ongelooflijk hun best voor de ploeg te steunen. En je zegt wel, ja, we zijn kritisch en we klagen rap. En oké, dat hoort er allemaal bij. Maar als die zijn
ondersteunen ze wel. Mm-hmm. Of het moet heel slecht gaan voordat ze elkaar gaan draaien. Hè. Dat doen ze meestal niet. Maar het is wel een groot verschil als er, zoals nu Europees, maar 7.000 of 8.000 zitten. Of in de competitie 13.000. Of dat dat hier bomvol zit. Hè. Als dat vol zit, dan galmt dat door heel dat stadion. Dat is fenomenaal. En de impact van een vol stadion op de ploeg, dat kun je dus niet onderschatten. Hè. Wat een impact dat is. Dat is ook de reden waarom dat standaard Club Brugge kan kloppen. Hè. Vergeet het maar, als er maar 10.000 zijn in Sclessa, die gaan niet winnen van Club Brugge. Onmogelijk. Hè. Dus gewoon die impact van dat publiek die zo'n grote rol speelt. En ja, ik vind het jammer om te zeggen, maar als het niet vol zit, ja, dat is een nadeel voor ons als we thuis spelen. Dat is absoluut een nadeel, dat is geen voordeel niet meer. Heeft het ook te maken met een voetbalcultuur? Want inderdaad, als je kijkt naar Standaard, afgelopen seizoen heel matig tot zeg maar slecht seizoen gedraaid en toch 19.000 abonnees. Zit dat daar meer in het bloed? Of? Maar ze zeggen altijd, hè, de vurige steden, en dat die supporters inderdaad wat vuriger zijn. Ja, ik denk dat misschien inderdaad een beetje de Gentse... Ja, zijn we gewend geraakt aan het succes en als dat wat minder gaat? Ik weet niet. Europees, allee, dat, ergens toen dat ik de Europese loting hoorde, dan dacht ik ook, ja, allee, ga dan naar het stadion om Shamrock Rovers te gaan zien en Mulder. Ja, als er Champions League was, stond ik ook meteen klaar om een abonnement te nemen. Nu heb ik dat ook niet gedaan en ik denk dat dat een rol speelt. Maar het is toch niet dat Gent alleen maar geschiedenis heeft van Europa Beker 1, Champions League enzovoort. Nee, maar ja, goed, de laatste jaren natuurlijk zijn we verwend geweest. En dan in het begin van die Conference League en toestanden. Het is misschien allemaal verder opgegaan. Hè? Want vroeger speelde Gent zelden Europees. Zelden. Als je kijkt in de decennia. Er is een decennium geweest in de 90's dat ze maar één keer Europees hebben gehaald. Uh-huh. Maar ik denk ook dat toen ook meespeelde. Allee, Je moest een abonnement hebben als je mee wou naar die Europese matchen, want anders... Voor de Champions League. Voor de Champions League. Dus mensen zeiden van, ja, maar we moeten zeker een abonnement nemen in de competitie, want anders kunnen we niet naar de Champions League of kunnen we niet mee op verplaatsing. Hè, want dan moet je al ingeschreven zijn in een supportersclub. Ik weet ook, ik was er dan ook rap bij om naar Tottenham en zo mee te gaan. Hè, dus. Ik denk dat je eigenlijk moet een onderscheid maken in Europees voetbal. Ik denk dat je niet kunt... Als je zegt, is in Europees voetbal, vinden dat goed, vinden dat niet goed? Ik ben zeker, als je dat vraagt aan de Gentenaar, zoals Jonas nu zegt, Champions League gaat het tekort hebben, hè? Gaat plaatsen tekort hebben. En dat mag dan tegen om TVW zijn, hè? Want wij speelden ook niet tegen Barcelona en Real Madrid. Nee, hè? Maar Valencia, Lyon en Zenit, het was natuurlijk wel onze eerste keer. En ik weet ook nog, want je gaat dan door, en dan waren het echt 7... Allee, of 6 topaffiches, hè? Want nee, hoeveel waren... Allee, je zat in de laatste 8, hè? Nee, met de laatste 16. De laatste 16 zat. Met de 8e finale. Dan weten van... En geloot Wolfsburg. En dat was... En er waren 14 grote ploegen. Ja, hè? Dat was de enige ploeg vooraf van... Ja, het mag Wolfsburg niet zijn. Ah, shit, het is Wolfsburg. Oké. En eigenlijk hebben we dan nog tegenslag dat we dan juist met veel blessures zitten op dat moment. Ja, want anders hadden we misschien nog... Ik denk dat we anders misschien nog een ronde verder hadden kunnen gaan. Maar we misten bijna heel ons voorlinie. En thuis dan maken we een paar foutjes, zetten we dan eigenlijk nog bijna recht op het einde. Want al was het nog 5 minuten langer, was 3-3. Maar dan moesten we nog hinder en had ik nog meer afwezigen. En verliezen we daar 1-0. Maar anders hadden we misschien nog kwartfinale zelfs kunnen spelen in de Champions League. Maar mijn jongens dronden al van in de groepsfase van Barcelona, Real Madrid, Engelse ploegen. En ik zei, rustig gasten, rustig. Laat ons wat ploegen pakken dat we misschien wel iets kunnen tegen doen. En we kregen de loting en dan, ze waren allemaal ontgoocheld. Maar, zei ze, coach, misschien kunnen we wel derde zijn. Ik zeg, of tweede. Of Bugge om een rol tweede, wat vertelde jij nu? het was ook een ongelooflijke parcours dat we afgelegd hebben. Ik moet ook zeggen, het was ook een ongelooflijke ploeg, hè. Dat was reclame voor het Belgische voetbal. Ja. Iedereen, ik bedoel, de neutrale voetbalsupporters, maar ook, je zag dat op Twitter en zo, supporters van Anderlecht, Brugge, die wel agent feliciteerden. Dat was met fris, goed allemaal, voetbal. Maar dat was een geweldige ploeg. Die ploeg had zoveel. Ik denk dat we daar niet meer... dat het heel moeilijk is om zoiets nog bij elkaar te krijgen. Die ploeg had niet alleen, die hing niet alleen ongelooflijk aan elkaar, omdat dat zo dikwijls iets is waar men... En dat was ook zo. Hè. Het was een geweldige... Die hingen als één bende vrienden aan elkaar. Maar als je heel veel wint, hè, dan is dat altijd zo. Dat is in de koers ook zo. Als je veel koersen wint, hè, dan is dat ene blok en die hangen aan elkaar. Union vorig jaar, één blok, fantastisch. Hadden die wat minder moeten winnen vorig jaar. Hè. Die blok ging al wat minder geweest, hè, verzekers. Dus. Maar wat die groep had, die waren
niemand had daar ervaring. Niemand had op het hoogste niveau al eigenlijk iets mm-hmm. gedaan. Dus dat was een challenge voor iedereen om daarin mee te gaan in dat verhaal. Die waren fysiek zo sterk. Dat waren coureurs, bij manier van spreken. Ja. Als ik de twee dingen door elkaar mag gebruiken. Want die konden lopen like zot. Die konden ook fietsen als nodig. Maar gelijk wat je die liet doen, die gingen daarvoor. Die pikten tactisch alles heel makkelijk op. Dat was een groep die... Je kan dat niet onderschatten. Die groep was zo sterk. En hadden wij toen... Ja, de middelen gehad die bijvoorbeeld Club Brugge heeft... Nu? Ja, dan hadden wij die ploeg, denk ik, langer bij elkaar kunnen houden. Dan waren we misschien in staat geweest om het jaar daarna weer kampioen te spelen. Want je mocht niet vergeten, wij blonken niet alleen uit in de Champions League. Eind januari stonden wij los op kop, hè. Uh-huh. Voor iedereen, hè. We hadden in januari Club Brugge geklopt, Anderlecht geklopt en Standaard Ginder geklopt in 1 week tijd. En dat draaide als gek. Echt waar. Oké, dat is dan een beetje fout gelopen, moet ik zeggen, daarna. Er is dan wel het een en het ander gebeurd dat we beter niet hadden gedaan. En Bart Boussoufa die naar Gent kwam. Ja. Ik ga daar niet veel over zeggen. Laat ons dat even skippen. En misschien een leukere vraag of item voorleggen. En, want ja, je hebt natuurlijk intussen heel veel al meegemaakt in het Europese voetbal. Conference League, Europa League, Champions League. Wat is jouw mooiste herinnering? Ik denk dan zelf spontaan aan Tottenham, maar misschien kies jij iets anders. Ja, Tottenham niet, omdat ik daar eigenlijk de enige was die niet content was. Dat Tottenham. Onvoorstelbaar. Achteraf, als je daar achteraf... En waarom niet content? Omdat niks erop, onze match erop, niks. Wij waren zo onder de indruk. We hebben daar echt zo'n slechte match gespeeld. Ongelooflijk. Als je die eerste goal bekijkt... Wij beginnen aan die match met de beste bedoelingen. Weer hoog druk, zoals we thuis hadden gedaan. En ze wisten het niet. Echt, ze moesten een bal wegstampen van achter. Dyer shot die bal weg. En we gaan er met 3 naartoe. Wat dat nooit moet. 1 is genoeg. Met 3, maar ze gaan er alle 3 onder. En Eriksen is alleen weg. En na 7 minuten staan we alleen al achter. Onvoorstelbaar. En dat heeft zich doorgetrokken gedurende heel de match uiteindelijk. Dat was overleven, hè. En dat hoefde niet zo te zijn. Ja, voor mij was dat dan mijn allermooiste... voetbalherinnering. Met momenten. Naar Wembley natuurlijk. Naar Tottenham. Mega. Ja, en van Wembley, smorgen... hè? Want het is niet in Tottenham. Nee, het is in Wembley. Ja. Wembley. Maar goed, altijd in White Hart Lane geweest. Wow. Zou dat waarschijnlijk even... Het is gewoon, is morgens vroeg, naast mijn deur is Café de Matroos, supporterscafé. Dus waar dat ik dan op de bus stapte om 3:30 morgens of zoiets. Dus om 3:30 zaten we daar al pintjes te drinken. En dan gaat dat maar door. Wij waren de laatste boot die is mogen uitvaren. Want het was storm op zee. Ja. Dus voordat wij de haven... binnen moesten varen en hebben we daar een uur en een half liggen dobberen, omdat de boten niet meer allemaal binnen konden. Dat was onwaarschijnlijk. Ik heb het groot voordeel, ik word dus blijkbaar niet zeeziek. Dus ik was 0,5 liter aan het drinken en wij zien op een bepaald moment zien we een oud madammeke met een vuilbakje. En die is dat zo, en plotseling komt dat er allemaal uit. En wij allemaal in het begin, hoe lachen. 10 minuten later was iedereen aan het kotsen op die boot. Hè. Ik en één kameraad niet. En wij dus al onze maten naar buiten moeten ondersteunen. Er waren er daar echt heel slecht. En dus ja, dan komen we in Londen toe, blijven de pinten drinken. Ik was gelukkig, was dan zo verstandig om even tussen 3 en 6 even te kalmeren. Zodat ik dus toch de match gezien heb. En dan gaan ze in de match gezongen, geroepen. Kopen, hè. Ik had echt barstende kopen nadien. Niks van stem niet meer. En dan moet je natuurlijk nog terug op die bus en die boot. Dat is hetgeen dat ik iedere match doe. Ja. Ik zing wel niet, maar... maar zo hees. Zo hees. Maar ik moet zeggen, dat was wel mijn beste herinnering. De supporters. Ja, dat was mijn beste herinnering. We zaten in een stadion, er waren meer dan 85.000 mensen. We hebben nog altijd record in de Europa League. Het is nog altijd de wedstrijd met het meeste aantal toeschouwers. Tottenham A Gent. Ongelooflijk. En er waren... Zeker 10.000 Gentenaars. Zeker. 2 vakken. Een vak beneden, een vak daar zo schuin boven. En voor ons was dat fenomenaal. Ja, en dan zaten er dan en nog, overal zaten er nog tussen. Overal zaten ze rond. Dat hebben we gezien na de match. Want na de match gingen we dan vieren. Al de mannen van Tottenham waren weg. Maar er zaten overal nog kleine groepjes. Ja. Dus we moesten eigenlijk de tour van het stadion doen, omdat er overal Gentenaars zaten. Het was nog niet zoals Frankfurt in Barcelona. Nee. Maar dat is mijn beste herinnering geweest qua supporters en qua ondersteuning. Want
die van Tottenham, ja, die zongen twee keer Come on you Spurs. En dat was het, hè, in een hele match. Hè. Die van Gent die er niet gezwegen. Nee, dat was fenomenaal. Maar dat versterkte eigenlijk nog mijn ontgoocheling voor wat mijn spelers maar op de mat hadden gelegd. Mm. Achteraf zei Peter van der Mem, ja, maar je zit wel door. Hè. En ik moet zeggen, wij hoog in de tribune en geen moment gepijst van hoe ze zijn slecht aan het spelen. Dat kon supporters. Ja, bij mij is dat dan weer anders. Dat is, ik win absoluut heel graag, maar ik win ook heel graag met goed voetbal. Ziet. Ja. En als ik win, en ik heb mij zelfs verontschuldigd bij Pochettino. Hè. Echt waar. Ik heb me verontschuldigd. Ik heb gezegd, sorry. Ik zei, I'm very sorry for the level. Ja, we showed here. En hij zei, no, you deserve it. Congratulations. Hij was heel vriendelijk. Ja, want hier waren we wel heel goed. Hè? Hier waren we heel goed. Hier. En dan heb ik ook gezegd, oké, op basis van onze thuismatch, voilà, moet ik misschien zeggen, dan verdienen wij dat wel. Want thuis waren we echt heel goed. Mistovic raakte nog de paal. Anders was het misschien 2-0. Oké, ze hebben ook wel een paar kansen gehad. Maar we hebben een heel goede match gespeeld thuis. Mocht niet vergeten, dat was het derde jaar al dat ik hier was. Hè. Dus het eerste jaar kampioen, tweede jaar Champions League. En dan was die ploeg al een beetje afgerond. Zelsweg, Kumsweg, de Poitreweg. Er was al veel van die ploeg al vertrokken. Dus dat was al een slagje minder, moet ik zeggen. Dat jaar. Perbij scoort dan twee keer. Ja, nee, ene keer. Maar hier ook thuis en geen ja. We zijn hier de hele tijd over het Europees voetbal bezig. Ik had aan jullie vooraf gezegd, hebben jullie bepaalde thema's waar jullie het graag willen over hebben? Jullie hadden gezegd, nee Tom, doe maar. We horen het wel. Geen probleem. Je had wel één ding gezegd, Hein. Als ik iets mag kiezen, dan misschien toch Europees voetbal. We zijn erover bezig. Maar eigenlijk was je insteek om het aan te kaarten. Europees voetbal. En je zei met letterlijk zo, heil of hel. Maar ik denk dat Jonas daar op geantwoord heeft. Hè. Voor mij is Europees voetbal altijd heil. Met een H weliswaar. Hè. Ik ben wel een Vlaming, dus mispakt u niet. Maar ik word ook een beetje opgewonden van Europees voetbal. Maar niet van de Shamrock Rovers. Nee, voilà. Dat heeft het daarnet gezegd. Ja, ja. Als het natuurlijk Champions League is, of was het, en we hebben daar de kans toe gehad, en daarom was ik ook enorm ontgoocheld in wat we maar gebracht hebben tegen Omonia, was het Europa League geweest. Ja. Als je ziet, daar zijn toch wel wat leukere affiches dan in de Conference League. En ja, dan zeg je inderdaad, ja, die Conference League, dat brengt ook een paar miljoen op. Niet zo heel veel minder dan de Europa League. Je blijft, je hebt wel het feit dat je Europees kunt spelen. Maar als je geen knockouts haalt, als je het nieuwjaar niet passeert, ja, sorry jongens, maar heel wild kunnen we daar niet van worden. Hè. En ik snap dan wel dat de supporter en dat Jonas zegt, ja, als ik die namen zag, stond ik niet onmiddellijk op mijn fiets te springen om te zeggen, ik ga mij haasten voor mijn abonnementen gaan halen. Ik zou ook graag hebben dat vol zit, hè, voor de Conference League en Michel nog veel meer dan ik, denk ik. Maar ik snap ook de mensen wel, hè, die namen. Ja, al is het de leider in Noorwegen, hè, die gaan kampioen spelen. Hè. Djurgården staat eerste in Zweden nu, hè, dus dat is misschien nog een kampioen. Hè. En die landen zijn op zijn minst die topploegen, even goed als ons topploegen. Hè. Maar die klinken niet bij die mensen. Hè. Nee. Dat klinkt niet, hè, Djurgården. Als je dan nog Malmö hebt, ja, dat is een naam die nog... Die hebben nog wat Champions League gespeeld in het verleden. Ja, maar daar gaan we nog niet ongelooflijk enthousiast van worden. Maar het is inderdaad wel beter dan Djurgården en dat zijn, Rovers, dat zijn de nieuwe ploegen die aan het komen zijn. Mulder, dat is een ploeg die aan het komen is. Djurgården, dat is een ploeg die aan het komen zijn. Bodo Glimt, dat is een ploeg die aan het komen is. Vorig jaar kampioen gespeeld. En zich in Europa laten zien ook. Maar ja, zelfs voor Bodo Glimt gingen de mensen geen abonnement dus verkopen. Ik vraag mij dan af, moet Michel zeggen van oké, kom, we gaan nu een keer... Maar je kunt toch niet iedereen gratis binnenlaten, Jon. Ik bedoel, een mini-abonnement kostte nu €30. Dat is €10 voor de wedstrijd. Dat is inderdaad niet veel. Ja. Dat valt toch onder de noemer redelijk, denk ik. Dat is zeker niet overdreven. Hè. Dat was destijds ook. Het was onlangs een herinnering op mijn Facebook. Hè. De abonnementen voor de Champions League, denk ik, waren €90. Denk ik, dat was ook heel betaalbaar. Hè? Maar dan vraag ik mij af. Er zat geen een topper tussen. Hè? Ja. Nee, dat zal wel mee. Hoe raar. Maar ik denk wel, moet er dan iets gedaan worden om dan toch te zeggen van een match, ja, alle abonnees mogen gratis komen en de rest komt dan €5? Ik denk, eerlijk, dat zou kunnen, hè. Dat zou kunnen. Maar voor hetzelfde geld zit er ook maar 7.000. Moest het in de week vol zitten, ziet, dan vind ik... Maar het zou zo niet zijn. Want dan zou men redeneren, we gaan ons prijs een beetje omhoog doen, want er komt veel volk. Ja. Terwijl dat je dan zou moeten zeggen, laat ons de mensen iets geven. Ze komen iedere week vol stadion. Ze betalen, want het kost veel geld om naar de voetbal te komen. Laat ze dan Europees in die Conference League gratis komen.
Maar het zit natuurlijk niet vol in de week. In het weekend. Maar natuurlijk, de mensen die wel altijd komen, die 13.000, 14.000 die hier zitten, ja, als ik dat nu vertel, die gaan zeggen, maar ja, en wij blijven wel betalen natuurlijk. Moeten wij dan wachten totdat er nog 7.000 zijn die zeggen, wij komen ook om onze beloning dan te krijgen... Maar ik ben een slechte commissant. Ik weet het. Jonas, ik geef jou het nummer van Michel Louagie straks. Ja, dan kun je al je ideeën met hem even bespreken. Maar ja, goed. Er wordt inderdaad wel wat geneut op zijn Gens. Zoals we daarnet ook al zeiden. Of gewurteld. Wij hebben dat trouwens redelijk letterlijk genomen. Hein, je mag eens kijken onder het shirt dat hier op tafel ligt voor de luisteraars. Ik zal het moeten beschrijven wat daaronder zit. De kijkers zullen het zien, wie op YouTube aan het kijken is. Het is een wortelbak. Dat ga ik niet weten, dat is niet voor mij. Effectief. Ik wist niet dat het mijn hapjes was. Ja. Een handvol wortels, echte wortels, met telkens een papiertje rond en daarop staat een boodschap. We hebben ze een beetje geplukt van op de sociale media, hier en daar. Wat er alles boven water komt, zeg maar, bij de supporters. Dus vooral wat hen tegen de borst stoot of wat hen verveelt. Ik stel voor, we gaan die uiteraard niet allemaal behandelen, maar per stropcast doen we er eentje. Pikken we één wortel uit onze wortelbak en daar hebben we het even over. Jonas, aan jou ik de mag eerst. De wortel kiezen. Jij kiest de wortel. Een van de grootste wortels, hè? Hier, kijk. Ja, voilà. Dit prachtige exemplaar. Heel benieuwd welke boodschap eraan vast zit. Dus lees gerust even voor wat er op het briefje staat. Ja, voilà, kijk, ja. Door al die verschillende aftrapuren kom ik niet meer naar het stadion. Dat is veel te moeilijk op voorhand te plannen. Ah, kijk, voilà, we hebben het er al over gehad. En het is misschien ook van toepassing op dat Europees voetbal, want ook daar zit je nu met 7:15 en 9:00 als aftrapuren. Wat voor de ene te vroeg is, is voor de andere dan weer te laat, enzovoort. Nu goed, op Europees vak gaan we er weinig kunnen aan doen, vrees ik. Nee, maar we zitten ook met de aftrapuren in de competitie. Ik snap het volledig, hè. Het moet ergens stoppen, hè. Ja. Men overdrijft, nu spreekt men zelfs van Champions League finale naar Amerika te organiseren volgend jaar. Zodoende dat er zelfs geen supporters van hier niet meer kunnen gaan, maar ze zeggen, geen probleem, er zal daar wel volk genoeg zijn dat wil komen kijken. Ja, en de tv betaalt. Het gaat over een Europese finale. Ja, het wordt te erg, het wordt te... Het is puur centen op de duur en dat is te veel. Ook in onze competitie. Ja, en dat jaagt de supporters een beetje weg. Tuurlijk, maar terecht. Dat is ook voor ons niet aangenaam. Zondagavond om 9:00 voetballen, jongens, dat is allee. Ja. Je hebt minder volk in je stadion. Mijn zoon is 7, wordt nu 8. Is 8 geworden. maar dat is te laat, hè. 9:00 de zondagavond, dat gaat niet. En dan veel matchen tegenwoordig de zondag om 1:00. Ik ben wielertoerist, ik fiets. Ik drink daarna nog een orval of 2-3. 1:00 daar. Plus ook, er wordt heel vaak... je weet maar zo kort op voorhand. Het is niet dat er al een ganse... Het is een periode zo dat ze doen. Een periode van een vijftal weken, zestal weken. Maar dat is een probleem als je een abonnement... Ik weet het. Je moet ook familie abonnement kopen voor het seizoen. Ja, je weet eigenlijk niet wat er gaat gespeeld. Vroeger was heel simpel. Voetbal was... Zaterdagavond 8:00 of zondag om 3:00. En dan wist jij, dan kan ik gaan. Maar nu is dat heel moeilijk. En dan een keer een match vrijdag. En dan heb ik al een personeels. Dus dat maakt gewoon dat je gewoon veel langer twijfelt. Of dat er mensen inderdaad geen abonnement nemen. Het element dat mij daarbij stoort is dat wij zijn absoluut niet de grootste competitie in de wereld. De Premier League is absoluut de grootste. Daar probeert men ook zoveel mogelijk te spreiden. Daar is de impact van het financiële ook enorm groot. Maar als je naar de Bundesliga kijkt bijvoorbeeld en naar andere grotere competities, dan wordt nog heel vaak matchen op hetzelfde uur gespeeld. Maar in Engeland ook, hoor. De zaterdagnamiddag zijn er 4 matchen samen gespeeld worden. Ja, ik weet het. Om 4:00. Dus men haalt daar een topmatch op een ander moment, omdat ze daar echt de highlights willen opzetten. Voilà, maar dan zijn er zoveel matchen die op hetzelfde uur vallen gewoon. Maar hier wil men iedere match op een ander moment spelen. Dit is gewoon ondenkbaar voor mij. Ondenkbaar. Ja, ik heb ooit zo te gast geweest bij Play Sports voor Charleroi. Ik weet niet welke match. En dat we dan weten dat er 800 man bij wijze van spreken kijkt. Ja. Dan denk ik, moet je daarvoor... gans die kalender en zoveel verschillende uren. Dan denk ik inderdaad, leg de 2 topmatchen of zo op een ander moment. Vroeger... was dat anders? Ik weet zelf. Ik heb zelf bij Play Sports ook gewerkt, omdat zij meerdere kanalen ter beschikking hadden. Om eigenlijk op 4 kanalen, 5 kanalen als nodig was, matchen te laten zien. Eleven heeft blijkbaar niet die capaciteit om dat te doen. En daarom moeten ze meer spreiden en maximum 2-3 matchen op hetzelfde moment. Meestal zijn het er 2.
Maar zo maakte dus een beetje je product voetbal wel een beetje kapot. En wat nog de grootste doorn in het oog is, dat is die zondagavondmatch om 9:00. Hè. Nu, wij hebben dat vanuit Agent ook mee op de agenda gezet. Er zijn nu een aantal clubs ons daarin aan het volgen. En binnenkort komt het ook op de algemene vergadering van de Pro League. Dus hopelijk verandert er iets. Ja. En het ding is, bij Eleven zelf zeggen ze ook dat die kijkcijfers matig zijn op dat tijdstip. Dus laat ons een beetje op hoop leven en denken dat daar dan iets aan kan veranderen. Als iedereen aangeeft van kijk, wij willen dit niet en Eleven zegt van ja, voor ons hoeft het niet per se, dan kan tenminste daar al iets aan gedaan worden. Want ik vind ook, als je kijkt naar voetbal op tv en het is in een leeg stadion, dat zorgt er al voor dat de gewoon de beleving de is minder. Ja, we mogen natuurlijk niet alles op de rug van Eleven schuiven. Zeker niet, want ze hebben eigenlijk gewoon de tender getekend die toenmalig uitgeschreven is. Zijn de clubs verantwoordelijk. Hè? Ja. Want de clubs hebben ingestemd om die spreiding te doen. Hè? Dus de clubs moeten voor een product opkomen. En de clubs moeten zeggen, oké, hier moet onderhandeld worden over een nieuw tv-rechtencontract. Maar dit zijn de voorwaarden die wij stellen. Wij willen op zaterdag namiddag... Ik mag op de tafel niet kloppen. We willen op zaterdag namiddag 3 matchen of 4 matchen op hetzelfde moment. Ja, voilà. En je kunt een match op vrijdagavond plannen. En op zondag heb je bijvoorbeeld 3 tijdstippen. Om te zeggen 14:15, 4:00 en 6:30 bijvoorbeeld. En dat is de laatste match op zondag. Ja. Ja. Allee, maar dan kun je in overleg gaan met je fans, met je supporters. En proberen vandaar een deal te vinden. Vooraleer dat er betaald wordt voor de rechten. Ja. En vooraleer dat de rechtenhouder zegt, ik wil nu alle matchen op een ander uur. Dit is de schuld van de Pro League. Het klopt, wat Hein zegt, het is niet zomaar af te schrijven op Eleven. Want zij hebben uiteindelijk ingetekend op de tender zoals die uitgeschreven was. En daarin zat nu eenmaal dat slot van voetbal op zondagavond om 9:00. Maar ik vraag het nog eens aan jou dan puur als coach, want Agent speelt natuurlijk vaak op donderdagavond. Maakt het iets uit naar de recuperatie of die match dan op zondag om 1 uur, middag 6:00? Nachten zijn belangrijker dan die paar uur verschil. We hebben nu op Genk gespeeld om 1:30 al. Mm-hmm. Ze hadden niet gespeeld en we hebben uiteindelijk meer loopmeters gemaakt dan zij. Dus daar moet je kunnen mee omgaan als je Europees speelt. 1 dag verschil is een groot verschil natuurlijk. Ja, dat we niet een nachtrust als je maar 2 dagen hebt ertussen, of je kan er iedere keer 3 hebben, en dat is het voordeel van de Champions League. Daar gaat men heel vaak de vrijdag spelen en dan speelt men dinsdag of woensdag en dan pas zaterdag of zondag. Dus daar heb je altijd 3 of soms zelfs 4 dagen ertussen. Mm-hmm. Voor mij is 3 dagen een week. Ik heb dat al dikwijls een keer gezegd, dat klinkt misschien raar, maar in voetbaltermen en in recuperatietermen is 3 dagen een week. Idem dito, als een week. 2 dagen, dat is iets anders. Daar is nog niet iedereen gerecupereerd. Met slechts 2 nachtrusten, dat is weinig. Dat toont nog maar eens aan dat voetbal en wielrennen niet hetzelfde is. Wielrennen kun je met 1 nachtrust terug alweer een sterke prestatie Maar wat dat onwaarschijnlijk is, hè? Allee, dat is niet te onderschatten. Ik en nu deze zomer ben ik dwars door de Pyreneeën gefietst met onze wielerclub. En dat was 7 dagen aan een stuk. Maar die 7e dag inderdaad, en dan weten dat die toerrenners dat 3 weken aan een stuk doen, veel rapper, veel intenser dan dat wij doen. En dan denk ik, amai, petje af. Ja. Maar je moet eens 2 voetbalmatchen aan elkaar spelen met 1 nacht ertussen. Ja, hè? Ja. Dat gaat ook wel voelen we dat... Ik speel gewoon geen voetbalmatchen meer, want ik ben er 3 weken... dat is ook typisch. Kapot van. Ja, bijna 45, hè, Jonas. Door die recuperatie komen we weer bij dat Europees voetbal uit natuurlijk. We hadden het er daarnet al over. Je zei heil of hel. Had je het dan inderdaad ook over het feit dat het programma veel drukker maakt? En als je dan kijkt nu naar de stand in de Jupiler Pro League... De nummers 1 en 2 zijn 2 clubs die geen Europees voetbal spelen. Zelfs meer, 4 van de 5... Eersten spelen geen Europees voetbal. Maar tenzij dat je ervan uitgaat, in ons geval dan, dat je ervan uitgaat dat individuele fouten, serieuze individuele fouten, te linken zijn aan het feit dat je op donderdag gespeeld hebt, dan moet ik antwoorden, ja, het heeft een invloed. Maar ik link dat niet. Mm-hmm. Wij hebben individuele fouten gemaakt die volgens mij niet te linken zijn aan het feit omdat je 3 dagen ervoor een match hebt gespeeld. Het zijn gewoon fouten die gebeurd zijn en die niet hadden hoeven te gebeuren. Mm-hmm. En hadden we die niet gemaakt, dan was die kloof niet zo groot geweest. Dan stonden wij daar ook tussen. Dan had Genk al punten minder gehad, dan had Antwerpen al punten minder gehad. Dus wat dat betreft, ik wil mij daar niet achter verschuilen of dat als reden aanhalen. Ik vind dat niet een terecht reden. Union wel bijvoorbeeld. Union klaagt nu dat ze moe zijn.
En dat het nu echt wel het moment was om 2 weken even kunnen... want zij zijn dat niet gewoon. Wij zijn dat al gewoon. Wij doen dat heel vaak. Mijn groep is dat ook gewoon. Oké, dit jaar is mijn groep kleiner. Ja, hey, dat ging ik wel zeggen. Het is toch iets minder breed, hè? Nee, en dat niet in die eerste fase nu, omdat die nog vrij kort was. Maar nu gaat er een aankomen. Hè. Nu gaat er een immens drukke fase aankomen. Oktober. Dus het is vanaf begin oktober tot 11 november moet alles erin. Hè. Ja, ja, ja. 4 Europese matchen midweeks. Er is dan nog 1 keer dat er geen midweek is, gaan we nog een competitiematch midweek spelen. Dus ja, dat is ook België. Ja. Wij moeten 40 competitiematchen kunnen inplannen. Spelen wij niet 9 matchen in oktober? Ja, maar wij doen dat altijd. Dat is gewoon een gemiddelde. Om de 3 dagen speelde praktisch een match. Maar en daar kan ik... Hein zei dat, 3 dagen is eigenlijk een week. Dat vind ik ook... zouden eigenlijk wel moeten kunnen. Wanneer is dat wanneer kunnen die Europese matchen echt een nadeel zijn als je daar veel blessures oploopt? Of uw kern te klein is. Hè? Ja. Ik denk dat had Genk dit jaar Europees moeten spelen, hun kern is dit jaar ook niet zo breed als vorig jaar. Misschien hebben ze ook die bewust kleiner gemaakt. Hè? Omdat ze wisten dat ze geen Europees moesten spelen. Wij hebben... bewust onze kern kleiner gemaakt om andere redenen, om economische redenen, financiële redenen. Hè. Want dat is inderdaad wel een verschil. Hè. Ik herinner me 2 jaar geleden, als ik het moest zeggen, we hebben echt een brede kern. Onze eindredacteur van Bahamontes is een grote Antwerp supporter. En die was jaloers op de kern die Gent had. Wij hadden 5-6 wisselspelers die gewoon kon inzetten, waar dat weinig kwaliteitsverlies. En dit jaar dus hebben die een rijkdom niet hè, om te kunnen zijn. Dat is een feit. En dat voel je sowieso, op termijn voel je dat. Uh-huh. Maar oké, ondertussen zijn er nu een paar terug. Ik hoop dat Julien de Saar binnenkort ook terug is. We hebben natuurlijk Tissoudali, je kunt dat niet inschatten. Hè. Je verliest 1 van je key players in het begin van het seizoen. Gisteren hoor ik Wouter Franken eergisteren klagen over het feit dat er 4 man niet bij zijn. En dat Joske uitgevallen was, Pijnsel. Ja. En dan zeg ik, ja, Wouter, nu zou ik maar zwijgen. Hè, want ik heb er niet op gesproken, hè, maar Tissoudali is al uit van de tweede match. Hè. En die is de man die jullie vorig jaar iedere keer heeft doodgedaan in Genk. Hè. En dan ben ik hij of ze over Joske. Ja, oké. Joske. Ik heb er niks op gezegd, maar dan moeten de mensen en iedereen binnen Gent ook beseffen van, ja... De Saar, dat was vorig jaar wel echt. De twee uitblinkers, denk ik. Ja. En die zijn er nu al alle twee de hele tijd niet bij. Ja. Dus, en al die doelpunten van Tissoudali, 26 denk ik in totaal vorig seizoen. Dat ook. Nu, we hebben er Kuipers bij, die heeft er ook al 6 gemaakt ondertussen. Dus als die aan dat elan verder doet, komt hij misschien ook boven de 20. Maar ja, Kuipers en Tissoudali samen, dat was eigenlijk een beetje ook de bedoeling. Dat was de bedoeling. Dat komen misschien wel aan 50 doelpunten. Hè? Iets wat we gemist hebben. Je mag ook niet vergeten het goede jaar. Met de eerste jaar van terugkeer van de Poitre met Yaremchuk, die ze nog met zijn ogen dicht binnenknalde. En Jonathan David, die er 30 maakte in steun. Dat is allemaal weg. Hè? Voor veel geld weliswaar. Ja. Ja. Maar oké, ook noodzakelijk door corona en het stadion dat leeg was. En door die noodzaak, hè, en dan komen we bij iets uit wat jij nog wilde vernoemen, Jonas, komen de jeugdspelers meer aan de bak natuurlijk. Ja. En dat het is een beetje uit noodzaak, denk ik, hè, omdat het inderdaad niet in een heel brede kern is, maar dat gaat waarschijnlijk op termijn wel... Bij wel mij op. Is het nooit uit noodzaak. Als je ziet hoeveel jongeren dat ik doorheen mijn carrière al heb gelanceerd, maar ze moeten er klaar voor zijn. En daar heb je wel gelijk in. Moesten we niet zoveel gekwetsten gehad hebben, dan gingen ze nu wellicht nog niet aan de aftrap al gestaan hebben. En niet 2-3 man die nu eigenlijk... Want ik kan mij voorstellen inderdaad... Maar dan hoor ik natuurlijk supporters hier roepen, we moeten die jonge gasten erop zetten, want de dien is niet goed bezig. Maar je moet het inschatten wanneer. Er is 1 al een groot verschil tussen Fofana en Salah. Bijvoorbeeld, Salah is 21 jaar, Fofana nog maar 17. Uh-huh. Dus daar zit een verschil in maturiteit. Maar het zijn ook 2 verschillende spelers met een andere stijl. Dus je kan niet zomaar zeggen, gooi de die erin of gooi de 3. Nee, in bepaalde matchen is het ideaal om Salah te zetten. In andere matchen is het beter om Fofana te zetten. In andere matchen, zoals nu op Genk, is het beter om ze niet te laten starten. Want dat is een match van een ander kaliber dan thuis zult Waregem. En als je die jongens dan erin gooit en die verzuipen volledig, dan is dat ook niet goed voor een verdere vorming. Want dan krijgen ze er zo'n tik van dat ze misschien de maand nodig hebben om weer recht te kruipen. Dus je moet altijd inschatten, wanneer is het juiste moment? Wanneer moet je ze brengen? Ik heb nog nooit geaarzeld met jongeren te brengen. Er zijn er al die een supercarrière gemaakt hebben ondertussen, in het buitenland zelfs. Nationale ploeg spelen.
En ik blijf erbij, bij die jongeren die we hebben, zitten ook wel nu een aantal elementen die toekomst hebben. Wij zijn in Gent nooit op het niveau geweest van de grote jeugdopleidingen in België. En dan spreek ik over Racing Genk, Anderlecht, Standaard, in mindere mate Club Brugge, die een inhaalbeweging doet nu sedert een aantal jaar al. Maar in Gent is het altijd moeilijk geweest. Uh-huh. Kevin De Bruyne werd weggeplukt in Gent. Dries Mertens is gezeten, allemaal weg. Dus er zijn niet heel veel goede geweest. Omdat als ze te klein waren... Kevin was 14 of 15 jaar. Hè? Dus nog 2 jaar en die mocht al beginnen proeven van de eerste ploeg. Maar dan zijn ze hem kwijt. Hè? En dat is nu nog zo. Nu heb je met Van Nes en Samoise wel 2 volwaardige jeugdspelers die dit zijn van de Bonne Akeres. Dat is natuurlijk willen blijven. Een ander verhaal die is er later bij gekomen. U15 spelen kampioen vorig jaar. Een van de centrale verdedigers is naar Genk gewoon. Uh-huh. Terwijl dat hij op 1 jaar staat van misschien de nakern. Ja, toch nog Genk. Uh-huh. En ik heb er ook mee gepraat. Maar ja... En dat zijn dingen dat ik denk van... Allee, in dat voetbal, geld en... Wat geeft dan de doorslag inderdaad? Want, als we weten dat je nu wat je nu al moet betalen om een speler van 15 jaar... Want vroeger kun je ze niet vastleggen. Maar van een speler van 15 jaar te overtuigen, de goeie, om bij uw ploeg te blijven... Dat is niet normaal. Is niet normaal. Ik herinner me de verhalen van vroeger, jaar geleden, dat je dan de ouders een auto moest geven en dat soort dingen. Hey, nu is het gewoon echt een auto. Een vlieger. Maar een auto kon er niet meer toe. Maar 10 jaar geleden begon dat met dat weet ik, van Michel, die zei van, we moeten hier... Dat is fenomenaal. Dat kun je dus... En mensen beseffen dat niet. Ziet, als er dan weer een vertrekt, dan roepen ze naar uw directie. Oh, wat een schande, je laat dat vertrekken naar daar. Maar je weet dus niet wat dat kost. Wat dat is een markt geworden. En het heeft niet alleen met de makelaars zitten erop, de buitenlanders zitten erop. Dat is fenomenaal. Dat is gewoon fenomenaal. Die van Anderlecht. Boenida. Naar Ajax. Ja. En je hebt af en toe nog een keer ouders die zeggen, het zou misschien beter zijn dat hij nog even hier blijft in zijn vertrouwde omgeving en laat hem doorgroeien in de eerste ploeg. En was Benito Raman was toch zo een beetje een voorbeeld? Papa die zei van, hij moet hier blijven omdat papa grote supporter was van Gent. Maar oké, we zijn ondertussen alweer 6-7 jaar verder. Dus de situatie is serieus geëscaleerd. Dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal. Dat is ook wel iets dat supporters inderdaad moeten weten, denk ik. En moeten beseffen wat een voetbalclub kost. Hè. En dat is enorm. Hè. En als je dan niet inderdaad de grote investeerder achter de hand hebt. Alleen moest ik kunnen, pak ik hier allemaal mannetjes van 18, 19, zoals Ajax. Hè. Ja. Allemaal, maar dat gaat niet. Ajax, iedereen spreekt graag over Ajax. Hè. Anderlecht zei, wij moeten het Ajax van België worden. Club Brugge wil zich vergelijken met Ajax. Maar Ajax heeft een vorming, een professionele vorming, formatie in de jeugd. Jaren, 30, 40 jaar al duurt dat. En dat is volledig geprofessionaliseerd. Daar zitten alle profspelers in alle categorieën, zitten daar professioneel, fulltimers aan het werk. Bezig, ja. Pure kwaliteitsmensen, die gaan ze gaan halen van overal. Toen ik vroeger nog, heel lang geleden, voor de eerste keer naar die werking ging kijken in Ajax, zat een Hongaar die de leiding had over het fysieke aspect opleiding in de jeugd. Van kleins af aan tot... Dat was een Hongaar, hè. Die hadden ze uit Hongarije gaan halen om dat eigenlijk te doen. Toen al, hè. Toen was hier nog geen sprake van een physical coach in België. Niemand had een physical coach. En toen waren zij al bezig. En die typische vorming en die typische kwaliteiten die zij creëren, plus de status van grootste ploeg, dat is het voordeel dat Anderlecht ook nog altijd wel een beetje heeft. Ja, heel veel van die goede jongeren die willen naar Anderlecht gaan wel. Ja. Gent, we kunnen naar Anderlecht ziet. En dat is nog altijd hetgeen waar Club Brugge, Genk, Standaard moeten tegenstrijden. Dat is ook de reden waarom dat Anderlecht in staat is om ieder jaar nieuwe jongeren in dat eerste elftal te droppen. Zij hebben de grootste vijver. Ze hebben een enorme vijver met de beste vissen in. En wij willen daar tegen concurreren. Af en toe vliegt er dan een keer een vis uit de vijver. En wordt hij dan opgepikt en slaagt hij elders. Omdat hij kwaliteiten heeft, maar Anderlecht het niet onmiddellijk zag zitten misschien in hem. Maar onze vijver is kleiner. En die vissen zijn minder interessant. Maar soms komt er daar een keer in. Tot ontplooiing. En wordt dan een fantastisch mooie vis. Het verhaal Samhuizen bijvoorbeeld is toch een geweldig verhaal. Ja, absoluut. Alleen ben ik niet zeker, als ik hier niet ben, of dat Samhuizen al in de eerste ploeg zou zitten. Dat kun je ik ben niet zeker. Ik ben eigenlijk bijna zeker dat hij nog niet in de eerste ploeg zou Hij werd niet gezien als het grote
talent helemaal in de jeugd. Niet. Hè? Helemaal niet. Ja, ik denk zelfs binnen de club niet. Een van de weinigen die er wel vertrouwen was Frédéric Dupré, denk ik. Maar Fred heeft hem gered van het stoppen. Hè? Want Matthijs moest eigenlijk vertrekken. En ze zagen niet zitten in Matthijs. En Fred heeft gezegd, nee. Ik ga Samazen wel bij mij doen, want die gaat er altijd voor. Die heeft drive. Fred heeft eigenlijk Samazen levend gehouden op het hoogste niveau. Wat een enorme prestatie is. Hè? Ja, maar het is soms, dat is soms zo belangrijk, hè, dat een coach hebt die in u gelooft. Want inderdaad, er zijn voorbeelden genoeg, hè, van gasten die worden afgeschreven en die dan elders... Maar ik snap ook wel dat men, voor dat kikker was, dat men twijfels had over Samazen, want hij speelde als spelverdeler een beetje op de 10. Hij had heel goede infiltraties, maar oké, puur als spelverdeler... Net niet goed genoeg. Was dat wellicht voor de eerste ploeg moeilijk. Maar ik heb daar een runner van gemaakt, een roadrunner van gemaakt, langs de kant, langs de flank. En hij doet dat geweldig goed. Hij zit in de belofteselectie al van België. Wie weet, Fouquet is ook al geselecteerd geweest voor de nationale ploeg. Speelde in het buitenland al jaren. Is een beetje hetzelfde type als Samoise. Dus misschien ooit one day wordt Samoise wel een rode duivel. Hè? Dus, ik snap bijvoorbeeld niet dat Samoise nu niet in de voorselectie zat en Verscharen en Amoezou en zo wel. Dan denk ik van, dit kan toch niet? Dat heeft met kleur te maken. Ja. Oei, dat is een gewaagde uitspraak. Dat is een gewaagde uitspraak, maar dat is ook zo. Ja. Als je Verscharen al oproept, 3 jaar geleden, net op het moment dat hij juist kon piepen, als je de Bast nu al oproept om bij de Rode Duivels te gaan, heeft nog geen ene keer bij de beloftesselectie gezeten. Kleur bedoel je het kleur van het shirt? Ja. Ja, ik weet niet welke andere kleur dat we spreken. Van uw vakbondskaart of zo. Huidskleur kan ook meespelen, maar daarover had je het niet voor alle duidelijkheid. Maar dat heeft er gewoon mee te maken. Ja. Dat kan je nu toch niet naast kijken. Dat is gewoon... Ja, dat vind ik... Dat vond ik ook als... Dat is gewoon onvoorstelbaar. Ik vind dat gewoon onvoorstelbaar. De voorselectie, Anderlecht staat, hoeveel? De Bast, pas op, hè. Goeie speler, hè. Talent, hè. Maar nu, omdat hij nu 5 matchen al gespeeld heeft met Anderlecht. Anderlecht, die staan onder ons. Hè. Ja. Uh-huh. En moesten ze aan de leiding staan, zou ik zeggen, oké, wauw. Toen al geen de ploeg, maar die staan onder ons. Er is nog niet te veel positiefs over Anderlecht geschreven. En Verscharen blijft al 3 jaar hangen. Hè. Maar dat is wel interessant, hè, als club. Natuurlijk. Dat is wel interessant, hè. Als uw speler plotseling Rode Duivel is, gaat zijn waarde maal 2 of soms maal 3, hè. In een wip, in een vingerknip. Als Samoazi geselecteerd wordt voor de nationale ploeg, tak, 2 of 3 keer zoveel waarde als dat hem nu waard is. Hè. Dus ja, dan moeten we mensen moeten daar toch een keer over gaan nadenken. Hè. Het is misschien niet aan mij om dat te zeggen, maar ik vind het veel te opvallend. Ja. Weer al, zou ik zeggen. Wat is het de eerste keer dat gebeurt? Voilà. En dat is... Allez, ik bedoel, Anderlecht, het is niet dan die goed spelen. Het is Verscharen. Ik heb nu een paar matchen gezien van Anderlecht. Ja, hij is goed ingevallen naar Europees. Dan heeft hij een goed kwartier gehad. Maar voor de rest is dat... En dan denk ik, waarom? Hij zit er nu niet bij. Hij zit bij de belofte nu, denk ik. Nee, maar hij was al in de voorselectie. 5 man van Anderlecht in de voorselectie. Het moment dat hij voor de eerste keer geselecteerd werd, was gewoon echt... Ja, onvatbaar. Onvatbaar. Een speler die net kwam piepen, die nog niet eens titularisch was bij Anderlecht, wordt direct doorgeselecteerd naar de Rode Duivers. Dit is niet normaal. Zou het nog iets voor jou zijn, Hein, bondscoach? Nee, helemaal niet. Nee, zeker van? Nee, nooit? Helemaal niet. Nee. Nee? Zouden ze dat niet mogen vragen? Nee. Ze mogen me alles vragen, maar... Nee, dat zal niet van mij zijn. Waarom niet? Omdat je niet genoeg op niet dagelijks op het veld staat? Of? Nee, ik ben geen hoe moet ik het gaan zeggen? Ben geen figuur met een blanco strafregister. Dat ook al, ziet. Het is de bond die mij schorsing heeft opgelegd. Dus, zij zijn uiteindelijk de werkgever van de bondscoach. Dus ik ben te kritisch, denk ik. Kijk, voilà. Terug naar Agent dan. En ja, die paar vissen die je dan toch hebt in je vijver, Hein. Fofana, je hebt al eens gezegd, op training doet hij soms onze monden openvallen. Malik is wat mij betreft een supertalent. Het is gevaarlijk om dat te zeggen. Hè. Maar oké, zolang dat het bij supertalent blijft, hè, mag ik dat zeggen. Moest ik al zeggen dat het een superspeler is, dan leg ik de druk te hoog. Maar het is iemand die op zijn leeftijd enorm veel kwaliteiten heeft. En in een brede zin van het woord. En gezien zijn leeftijd van 17 jaar, was zijn fysieke toestand, en dan bedoel ik voorkomen, gestalte, body, hoger geweest. Lukaku speelde aan zijn 16 bij de eerste ploeg. Maar ja, Malik kan 5 keer in Lukaku. Hè. Hij kan er 5 keer in. Dus. En dat speelt ook mee. Dat kan je niet naast kijken. Dat is Kevin De Bruyne heb ik ook aan een heel jonge leeftijd bij Genk laten spelen. Die stond op dat vlak ook verder. Die had meer je m'en fous
Die was kwaad als ze dat of dat moest doen. Ja. Die had zo al een goesting eigenlijk. Mm-hmm. Maar die was ook supergoed. Hè. Die stak er eigenlijk al bovenuit. Dat is eigenlijk... Hadden we dat toen al gezien? Dat die zo. Maar die, ik heb die maar mondjesmaat gebracht eigenlijk. Die is wel beginnen spelen met mij. En eigenlijk had ik die al van de eerste match er mogen ingooien. Maar dat waren mijn eerste ervaringen met jonge gasten eigenlijk. Hè. In Kortrijk had ik er een paar gebracht. Maar Kortrijk had niet veel topjeugd uiteindelijk. Maar ja, Brecht de Jager bijvoorbeeld, heropgevist. Goudviskes. Die is dan ook naar hier gekomen. En zo nog wel een paar. Maar Kevin was uitzonderlijk. Dat was echt... Nu, hij heeft het ook bewezen. Hè. Ja. Maar Malik, ja, je moet hem tijd geven. Dus hij moet denk ik ook fysiek nog groeien. Sterker worden. En ook mentaal. Hij moet ook mentaal... Die stap zetten naar volwassen voetbal. Mm-hmm. Bij hem is het nu nog altijd laten zien wat hij kan op training en meevoetballen en zich amuseren en doen. Maar hij heeft nog altijd niet beseft dat hij zou meer kunnen betekenen misschien al voor de eerste ploeg. Daar denk ik moet hij mentaal naar die volwassen stap moet hij nog wel... Ja. Moeten we hem nog wat tijd geven? Zeide jij dan die hem mee die een stap moet helpen zetten? Ja, of zijn er andere speciaal? Ja, maar we hebben onze mental coach, Eva is daar. Maar alle assistenten zijn daar. De physicals, de medische staf. De technische staf uiteraard. Zijn ploegmaats ook, die hem daar ook in mee begeleiden. Maar je ziet dat Salah 4 jaar ouder is bijvoorbeeld. Die gaat al makkelijker bij al die grote mannen mee babbelen en doen. Ja. En bij Malik is dat zo allemaal een beetje aftasten. Maar hij heeft ongetwijfeld enorm veel kwaliteit. Alleen Malik heeft ook nog na dit jaar 1 jaar contract. Uh-huh. Dus daar houdt u acht al vast, Hein. De vissers zitten al klaar waarschijnlijk. Evident, ja. Ja, er zijn er wel meer met een contractsituatie, denk ik, dit seizoen. Of aan het einde van dit seizoen. Maar wat meer ouderen ook. Ja. We hebben een redelijk oude groep. Dat is ook een verschil met mijn eerste periode hier. Kampioen. Toen hadden we een gemiddelde leeftijd van een jaar of 25, denk ik. Wat eigenlijk ideaal in het midden lag zo. Wat jongeren, wat ouderen, maar nog niet heel veel echt oudere spelers. Of het was voor mijn kleedkamer te managen ook. Bellocin. Brian van den Bussen, de keeper, de tweede keeper. Die waren 35 en dat waren de leiders van de kleedkamer. Hè. Ook Bellocin, ja. Die speelde niet, maar die hadden gewoon die kleedkamer in handen. Dat was voor mij, dat was een droom. Hè. Dat was een droom. Hè. Een soort van assistent onder de spelers eigenlijk. Assistent in de kleedkamer. En nu heb je meer assistenten dan. Nu heb ik meer assistenten dan... dat is een beetje weg. Dat is een beetje weg. Dat mis ik wel een beetje, moet ik zeggen. Dat is de mannen die ook de mannen op de bank tevreden hielden. Hè. Toen was iedereen content, hè. Natuurlijk, ik herhaal nog een keer, als je veel wint, is er weinig reden om klagen. Hè. Maar die speelden een belangrijke rol. Maar voor de rest, de mensen op het veld, de spelers op het veld, die hadden een gemiddelde leeftijd van een 25-tal jaar, denk ik. En met een paar jonge mannen. Dus je weet dat eigenlijk. Foketje, Raman, Simon, dat waren die jonge gasten die aan het komen waren. Maar dan ook de Rafinha's, met wat meer ervaring. Rafinha was dan ook nog geen 33, die was 29 of 29, 30, zoiets. Want jij weet nu al van, ik moet eigenlijk een nieuwe generatie. Of maar we zijn er eigenlijk al een beetje aan begonnen, hè. Ja. Het is een overgang maken van een moeilijke periode, maar door omstandigheden, lange contracten en zo meer, kun je er niet van vandaag op morgen zijn, we gaan dat hier in één keer. Wat ik eigenlijk in die eerste periode wel gedaan heb. Ik ben eigenlijk binnengekomen met de grove borstel. Ja, maar je moest ook, hè, want was het geen rotte groep? Het was een rotte groep. Er werd niet getraind, ze zaten constant binnen. Een van deze en die werd de ploeg, Habibu. Ja, maar daarvoor las ik dat ze gingen een ploeg bouwen rond Habibu. En ik zei, wat blieft u, een ploeg bouwen rond Habibu? Allee. Hoe kunnen we een ploeg bouwen rond iemand die eigenlijk... zo zot als nacht. Ja, maar niet zo zot als nacht. Van de eend aan de Gaverbeek. Ja. En eigenlijk heb ik gezegd, ik wil komen. Want het was de derde keer dat de agent kwam solliciteren of ik naar Gent wou gaan. En uiteindelijk een derde keer heb ik ingestemd. Maar met de wel te verstaan boodschap van... maar ik ga hier wel de kern samenstellen zoals ik wil. Hè. En hier Kuizouwen, alles eruit dat niet meegaat in het verhaal. En we gaan spelers halen die niet duur zijn, maar velen dat ken. Gerson, Bellocin, Kums. Raman die bij mij zat in Kortrijk, het jaar ervoor. We gaan Foket terughalen van Oostende. Was uitgeleend aan Oostende, zat hier al. De Poitre was gekomen van Oostende. Dat was een transfer van Michel.
En zo nog een paar. Nielsen hebben we gepakt, die eigenlijk de slechtste verdediger in de geschiedenis van NEC Nijmegen was. Echt waar. Hij was verkozen tot slechtste verdediger ooit. Ze waren gezakt jaar ervoor. Hè. En wij hebben die binnengehaald. Maar die heeft het supergoed gedaan. Ja. En dan, zoals ik zeg, een groep met ongelooflijk fysieke mogelijkheden. Ik heb dat nog nooit gezien. Normaal verdeelt je je trainingsgroep meestal in 3 groepen. De normale groep. Uh-huh. En dan heb je de mindere jongens. En dan heb je dus een paar supergasten. Daar had ik dus... In de mindere groep zaten alleen 2 keepers. De tweede en derde keeper. In de normale groep zat bijna niemand. Iedereen zat in de supergroep. Uh-huh. Dat was niet normaal. Uh-huh. Milicevic zat in de tweede groep, in de normale groep. En nu nog heeft hij daar een complex van, denk ik. Van die mannen te zien vliegen, like zot. Uh-huh. Moest Milicevic nu nog spelen en loopt op kop, denk ik. Uh-huh. Ik weet nog, als de Patrick kwam... Ik ken iemand die zo in TUZ de testen doet van die spelers. En die zeiden, het waren voetballers. Hè. En de Patrick kwam hem fysiek testen. En ze dachten dat de machine verkeerd geëikt was. Omdat dat waarden waren dat ze bijna nog niet gezien hadden voor voetballers. Hmm. En ze dachten, ja, dit zien we bij andere atleten, maar normaal gezien niet bij voetballers. Ze zijn toen gekeken en de machine was goed geëikt. Dus... Maar toen hadden we, dat was fenomenaal. Dat was fenomenaal. Ik heb dikwijls op training met mijn mond opengestaan tegen mijn fysicus. Zei, maar moet dat nu zien? Zie dat is niet normaal. Hoe dat die mannen hier vliegen, jongen. Dat was Evenepoel en Van Aert. Hè. Uh-huh. Echt waar. En, dat heb je ook gezien, hè, want je speelt kampioen. Niet omdat je nu overal meer kwaliteit hebt dan de rest. Nee, omdat je gewoon kwaliteit hebt. En tactisch dan... vernuft hebt. En... ongelooflijk fysieke mogelijkheden hebben. Toen was dat druk zetten van de eerste minuut, maar ook de laatste minuut nog druk zetten. Hè. Dat was geen probleem. Dat was niet van, ja, coach, we gaan moeten inzakken, want we gaan dat niet kunnen blijven volgen. Die bleven maar gaan, die bleven maar gaan. En in de Champions League, idem dito, hè. Ja. We blazen die weg. Hè. We gingen naar Valencia, die tikte in eerst 20 minuten, we hadden het moeilijk. Maar in de tweede helft, ze kwam niet meer aan de bal, hè, die Spanjaarden. Dat was Ik zit nog even met die Nielsen in mijn hoofd. Want als iemand verkozen wordt tot slechtste verdediger van NEC, hoe kom je er dan bij van die toch te halen? Of hoe gaat dat dan? Maar dat is iemand die door de scouting is gekomen. Uiteindelijk was dat... Ja, maar... ja, dat is de vraag. Nee, hoe kan dat dan? Ze hadden die naam al staan op de lijst voordat hij naar NEC is gegaan. Dan hebben ze die niet gepakt. En wij waren nog op zoek naar een centrale verdediger. Ja. En dan, ik denk dat Gunther zei... En NEC betaalt aan de agent om dat voor hem te pakken. Nee, we hebben geld toegekregen. En Gunther zei... Ja, wij hebben die gezien. En ik denk, als het niet centraal is, als het voor die een zijkant is, denk ik dat hij wel... die heeft toch wel iets. En dan hebben we die bekeken en gezegd, ja, die heeft inderdaad wel iets. En wij vonden het, ik vond het verrassend... Natuurlijk, als je dat las, de slechtste verdediger ooit bij NEC. Maar we hebben die toch gepakt. Ja. En buiten de match tegen Anderlecht, want hij had echt een probleem met Anderlecht. Tegen Anderlecht, altijd een enorme blunder, iedere match tegen Anderlecht. Echt waar. Ik heb het eigenlijk maar gesnapt als ik weg was, dat ik hem niet meer mocht opstellen tegen Anderlecht. Maar voor de rest heeft hij het supergoed gedaan. Ja. Supergoed gedaan. Echt waar. En Gunther zit nu in Malmö, hij speelde Malmö, is kapitein van Malmö nu. En Gunther is Gunther Schepens natuurlijk, die heeft er wel een goed oog voor, denk sowieso. Ik. Hij heeft ook Jonathan David gevonden. Sowieso. Ja. En nog wel een paar, hè. Ja. En dus, ik ben de naam kwijt van de Frans verdediger die dan naar Moskou gegaan is. Gigot. Maar dat was een die van bij Kortrijk kwam. Hè? Dat was toch ook echt... Ons kanaal. Dat weet ik nog. Dat was toch ook... Speelt hij niet bij Marseille nu? Ik dacht hij zit niet bij Marseille. Ja. Ah, maar ja, hij is naar Moskou gaan, naar zwaar geblesseerd geweest. In het begin. De zware blessure opgelopen in het begin, maar dan heeft hij wel alles gespeeld. En nu is hij teruggekomen. Ja. Ik weet nog niet of dat door de nieuwe regeling is met de Russische ploegen dat je mocht vertrekken voor een jaar. Ik weet het niet. Ik denk het niet. Ik denk dat hij in de contract was. Ja. Er wordt vanuit de achtergrond van nee geschud. Nee. Wat zegt onze redactie? Oké. Okay. Voilà. Oké. Ja, scouting. Nog even daarover misschien. Hè. Nu werk je samen met Samuel Cardenas. Hoe loopt dat? Ja, we zijn uiteindelijk... Ik moet niet spreken van we. Ik maak deel uit van een agent, maar ik maak geen deel uit van het scoutingsorgaan of het sportief orgaan rond de scouting. Dus moet ik spreken over... agent heeft in de laatste jaren wel wat verschuivingen meegemaakt wat dat betreft. Peter Verbeek is hier geweest als de leiding van de scouting. Daarvoor is zelfs een van de succesmannen van KV Kortrijk hier geweest, Patrick Turk. In Kortrijk werkte dat ongelooflijk goed. We werden er ieder jaar nieuwe... topspelers ontdekt, want sommigen zitten in Italië te spelen, in Duitsland te spelen, overal.
En oké, dan is Peter Verbeek hier vertrokken. Dan heeft men dat overgeheveld naar zijn eerste assistent eigenlijk. Gepromoveerd. Tim Matthijs heeft dan de leiding gekregen. En oké, ondertussen is die ook al vertrokken. En is weer doorgeschoven naar de eerste assistent. Ja. Dus ja, dat lijkt misschien logisch. Maar dat is niet altijd even logisch. Niet iedereen dient daarvoor, moet ik zeggen. Niet iedereen is daar ook geschikt voor. Als jij aan de leiding staat, is niet zeker dat die u assisteert in staat is om die leiding over te pakken. Soms kan hij beter assistent blijven. Voilà, ziet. En ik denk dat dat ook een beetje de redenering van Tim Matthijs was, die zich daar niet echt comfortabel in voelde hier, om eigenlijk die grote verantwoordelijkheid te krijgen. Dus die is naar Anderlecht nu geweest en zit daar eigenlijk weer als eerste assistent van Peter Verbeke. En ja, dan heeft Samuel hier de leiding overgenomen. En Samuel is iemand die in de data zat, databases gebruikte voor de scouting. Oké, hij doet zijn werk, hij doet goed werk, maar het is niet makkelijk. Want wij zoeken al vorig jaar al een vervanger voor Tissu Dali, omdat hij weigerde van bij te tekenen. Ja. Dus wij wisten van ja, we moeten iemand hangen. We hebben hem nog altijd niet gevonden. Hè. Dus, ja, En is dat dan omdat de lat zo hoog ligt? Of aan wat ligt dat dan dat er geen vervanger van Tissu Dali? Of beperkingen? Financieel komt daar zeker bij kijken. Hè. Uw financiële beperkingen komen daarbij kijken. En oké, als je in vijvers moet vissen met kleinere vissen, is het moeilijk om daar dan toch ene grote tussen te vinden. Hè. Als daar, het zijn geen miljoenen vissen, maar dan daar tienduizenden vissen zwemmen. Uh-huh. En de grote clubs zitten ook nog te kijken in de kleine vijvers. Ja, zij kunnen wel de grote vissen uit de grote vijver pakken, maar ze zoeken ook wel in die kleine vijvers. Als daar ene zit die maar een beetje te veel blinkt, tjik, maar ja, pakken ze die. Gomez van Anderlecht, alleen naar City. Maar dat zijn huurspelers. Zie je? Dat is de huurspeler die je weghaalt in huur. We hebben dat heel lang niet gedaan. Ziet, dat was niet het principe, dat was niet de filosofie die, van... Gomez was toch op... Die hebben ze gepakt. Maar Fabio Silva is terug op huur, maar Gomez hebben ze inderdaad gekocht, dat is een feit. Nu, Anderlecht heeft er ook veel andere binnen gehad Absoluut. Maar het is niet makkelijk. We hebben snel ingespeeld op Kuipers, omdat we wisten dat er al wel wat concurrentie was. Daar is de club wel vuil voor gegaan om hem binnen te halen. Dus chapeau daarvoor dat ze daarin geslaagd zijn. We hebben ons geriskeerd om op de Nielsen te gaan. Toen bleek dat Club Brugge even de deur had dichtgedaan. Ik denk als we daar sneller hadden doorgeduwd, zat hij ook hier. Maar oké, we hebben daar. Heb je gevloekt? Ik heb sowieso gevloekt. Omdat we daar, vind ik, getreuzeld hebben. Maar oké, ik snap ook wel dat wij de middelen niet hebben die club heeft. Uiteindelijk hebben we met Hong een heel goede gevonden. De vervanger, vind ik, die het al heel goed doet en die dicht in de buurt komt van Nielsen. En misschien op termijn zelfs op hetzelfde niveau zou kunnen komen. Maar dan hadden we nog altijd niet onze vervanger voor Tissu Dali. Maar dan, de naam Storm? Wij kunnen geen x miljoenen uithalen voor Kuipers en dan nog eens x miljoenen moeten uithalen voor Storm. Ja. Daar hebben wij de middelen niet voor. Hè. Dat is onmogelijk voor ons. Maar is Toronariga is wel bijvoorbeeld iemand die van de scouting komt. Die komt via Samuel. Hè. Maar die was vorig jaar al hier. Ja. En daar hebben we ook gezegd, we gaan ook daar op inzetten als we die definitief kunnen inhalen. Ja. En dat heeft ons ook wat geld gekost natuurlijk. Ja. En dan is het pakket op. Hè. Ja. Ja, maar dus Hong bekijk je toch ook samen met de scouting, vooral eer jullie dan samen finale beslissing nemen, denk ik, of niet? Hong, die heb ik direct, direct die gezegd. Die komt uit jouw koker. Die gaan we pakken, Die gaan we pakken. En dan kregen we positief advies van de scouting, dat ze hem kenden. Ja. En dat zij ook vonden dat een goede speler was. Natuurlijk, wij zochten eigenlijk naar een grote centrale middenvelder. Dus in de scouting was men ook vooral daar op zoek naar iemand met gestalte, omdat we wisten dat we de Saar nog even gingen kwijt zijn. Dus ja, dan is Hong voor hen denk ik niet echt in zicht gekomen, omdat hij is maar 1,77 meter. Had Feyenoord niet moeten polsen? Elke Belgische ploeg, altijd voor de duivels. Is toch geen rode duivel hier? Maar ja, Alderweireld, hoeveel? 3, zoveel miljoen loon. Wij zijn maar Gent. Ja, de Gentenaar vergeet dat misschien soms. Hè. We hebben wel het mooiste stadion van het land. Maar oké, dat wil niet zeggen dat wij zomaar kunnen gooien met contracten. Er is misschien een periode geweest waar we veel geld konden uitgeven aan contracten.
Maar ja, nu niet meer. Het nee. is veranderd. Nee, eerst nog eens kampioen spelen. Maar ja, ja, maar goed. Ik heb al gezegd, dat wordt ook alsmaar moeilijker. Hè? Ja, ja. Wat wij gedaan hebben in 2015, dat was uitzonderlijk. Alle omstandigheden zaten ook mee. Vooral uitzonderlijk omdat eigenlijk ja, nog maar heel die ploeg veranderde dat. Had heel die ploeg veranderd. De helft van die selectie was weg. Mm-hmm. En had heel die ploeg veranderd. En daar dan mee kampioen spelen. Met, ik herinner mij dat we speelden tegen Anderlecht, denk ik. En een artikel. De hele kern van Agent kost minder dan Steven de Voer. Echt waar. Mm-hmm. Ze hadden dat berekend. En, ah ja, maar die kern heeft wel overwinterd in de Champions League. Ja. Hè? Dus 2 jaar na elkaar hebben zij dat top gedaan. En, Nou, nu kijkt inderdaad. Het geld dat Brugge, de financiële middelen. Brugge maar de mensen in Gent, ja, die weten dat nog allemaal. Hè. Hij spreekt ook direct van Wembley en Champions League. En, maar ja, mensen moeten ook realist zijn. En ja, ik weet het, niet neuten en niet plooien. Maar ja, realisme is ook wel op zijn plaats. Hè. Hey, het is daarmee dat ik denk, als Gent-supporter, ook de voorbije jaren, zeg ik altijd van als we top 6. Zou eigenlijk, en top 4 is al... Het spijtige is dat de play-offs veranderd zijn. Ziet, want anders was dat altijd play-off 1. Ik denk als wij vorig jaar play-off 1 mogen spelen, zelfs als vijfde eindigend, met 1 punt achter op de vierde en 2 punten achter op de derde, als wij mogen play-off 1 spelen met 6, dan gaan wij nog 1, 2, misschien 3 plaatsen winnen. Maar we waren aan het gaan, hè. Ja. We waren echt op volle drive. Dus ja, daarom hadden wij zo gehoopt om uiteindelijk een foutloos parcours af te leggen. Dan moet je naar Cercle Brugge, dan zit er geen cameraman. En kunnen ze eigenlijk niet zeggen dat buitenspel is, terwijl dat iedereen ziet dat hij een meter buitenspel staat. Maar ja, er was geen cameraman. Uh-huh. Onvoorstelbaar eigenlijk, onvoorstelbaar. Uh-huh. En oké, dan gaan wij daar niet tegen in actie schieten. Met Polst wel een keer kunnen wij iets doen, maar dat kost u misschien miljoenen. Ja, maar kun je daar iets tegen doen? Allee, blijkbaar niet, anders gingen we misschien wel gedaan dat hebben. Ja. Dat is onderzocht geweest en inderdaad, de kans op succes dat denk vlak ik. Was te beperkt. Als ik dan een puntje van kritiek mag geven, ik vond dat er in het begin van het jaar te veel negatieve energie ging naar de scheidsrechter toestand en zo. Dat ik dacht, dit seizoen bedoel je? Ja, dit seizoen. Hè, seizoen. Begon natuurlijk wel met de farse opstand daar. Dus, ja. Ja, maar ik weet niet... Mag je daar dan niks van zeggen? Nee, dan wel. Maar er is een match geweest dat ik dacht, het is nu 3, 4 keer na elkaar. Dan kunnen we misschien beter het op een andere manier gaan doen. Want dat voelde ik gewoon. Dat merkte bij de andere supporters, bij de neutrale supporters. Die en dan ook zoiets van... De Gent zijn weer die van Gent. Ja, en dan denk ik, goed, inderdaad, slik het een keer in, wat dat niet gemakkelijk is, of doet dat in tijd? Dat is heel gemakkelijk. Dat is heel gemakkelijk. Eén keer inslikken is heel makkelijk. Maar als je 6, 7, 8 keer moet inslikken in 10 weken... Ja. Maar het is soms goed geweest ook, dat op bepaalde momenten is het goed dat je zo openlijk, want dan anderen durven het dan... Dat is het moeilijke. Dan is het niet goed, dan andere keer wel goed. Er is zodanig veel gebeurd dat je het op den duur niet meer kunt laten passeren. Echt waar, dat was niet meer normaal. Dat is, wat er vorig jaar ook gebeurd is in onze race, in onze inhaalrace, waar dat allemaal... We hebben daar 3 of 4 rode kaarten gekregen. Volkomen ten onrechte. Allemaal vrijgesproken. Hè? Nee. Maar je speelt wel meer dan een helft op standaard met 10. Met 10 op Eupen 35 minuten met 10. Op Cercle Brugge. Hoeveel keer dat is gebeurd? Dat is onvoorstelbaar. En dan gaat op Cercle, dan gebeurt die truc nog een keer met de cameraman die er niet zit. Iedereen ziet dat buitenspel is. Die arbiter zegt wachten. Omdat iedereen zegt, want het was verzekerd. Natuurlijk. De fout is, er is VAR. Dus die lijnrechter zegt, ik ga niet zwaaien. De VAR gaat mij wel corrigeren. De VAR kan niet, want de VAR krijgt geen beeld. Sorry. Weer agent. Dat begint dan een nieuw seizoen. Dan zit ik thuis, want ze hebben mij geschorst. Geen probleem. Kan met mijn leven. Maar als je dan zien we dat er in standaard allemaal is gebeurd. Gewoon onvoorstelbaar. Dus je begint weer al aan een nieuw seizoen met een VAR die 3 dagen ervoor bij u zit. Die alle fases dat we gezien hebben in standaard eigenlijk al heeft laten zien. Als dat gebeurt, dat is altijd dat. Dat is altijd hens. Dat is een interventie van de VAR. En die dan 3 dagen later VAR is voor ons en die niet tussenkomt. Waarom? Omdat de scheidsrechter zegt op dat moment, ik heb geen VAR nodig tegen Sven. Tegen Kums. Ik heb het duidelijk gezien, ik heb geen VAR nodig. Ja, als hij dat zegt tegen een jonge VAR,
Misschien laat die VAR zich ook overtuigen en zegt, oké, ja, dan moet je niet gaan kijken. Hè. Ja, maar dan zijn we wel volledig verkeerd bezig uiteindelijk. Ja. Hey, waar dat ik kwaad van werd, was de recente rode kaart. En dat er dan nog het duwke. Nee, dat is terecht. Die rode kaart is terecht. Die rode kaart is terecht. Maar die schorsing daarna is toch compleet belachelijk. Okumu op Schalerba, daarover heb je het. Maar eigenlijk is dat niet zo belachelijk. Omdat ze eigenlijk... Vier speeldagen. Dat voorstel is belachelijk. Ah, ja. Maar oké, de strafmaat zat vorig jaar vervat tussen 1 en 8 weken. En dat is de strafmaat voor reageren op een feit. En 1 week was voor een duw. 3 weken was voor een kopstoot. 4, 5 weken was voor een natrap. En 8 weken was voor als geen echt... Ja, dan Gilles de Bilken. Een Gilles de Bilken, ja. Inderdaad. Ja. Ja. Dit jaar hebben ze dat veranderd van 2 tot 8. Waarbij dat eigenlijk een duw en een kopstoot even erg is. Terwijl dat voor mij toch wel een serieus verschil is. Ja. Hè? En ook, als je vraagt aan kinderen die voetballen. Hè? En je zegt, maar ja, mocht die jongen niet duwen, geef hem een kopstoot. Hè? Want het is hetzelfde. Hè? Ja, mooi. Het zou proper zijn, hè? En dus wat zeggen ze? De eerste commissie zegt, ja, inderdaad, er is... Hij wordt ook uitgedaagd, want een ander slaat eigenlijk eerst andere, op. Ja. En hij reageert met de duw, maar die duw is van boven op zijn schouders en schiet dan misschien af. Maar uiteindelijk laat een ander zich ook theatraal vallen, wat dat de pers ook schreef. En oké, we gaan 1+1 geven. En het bondsparket gaat in beroep, omdat ze zeggen, nee, we hebben een nieuwe tabel. Dus het minimum moet 2 zijn. 2 tot 8. Ah ja, en daar zijn ze in gevolgd. De beroepscommissie is gevolgd en ze hebben 2 weken gegeven. Hè. Minimum dat ze konden. Ja. Ik stel voor dus dat we dat onderwerp laten voor wat is, want ik voel dat Hein weer gaat kloppen op de tafel en dat kunnen we niet doen. Nee. Ik heb er mij bij neergelegd. Ja. Nee. En er zijn ook matchen, dat moeten we ook zeggen, Hein, die soms uitstekend geleid worden. We hebben Erik Lambrechts... We hebben al zoveel matchen gehad dit jaar. We hebben Boterberg gehad, perfecte leiding. Als je dan ziet thuis tegen Antwerpen wat hier weer allemaal is gebeurd. Dat was misschien wel... Correcte beslissingen allemaal, maar als je zo vaak in de fout gaat, in 20 minuten al, is onvoorstelbaar. Is gewoon onvoorstelbaar. We zijn een paar dagen trouwens, hebben we nog niet gezegd, na de nederlaag op Racing Genk. Daar had de arbitrage, voor zover ik weet, toch geen hand in alleszins. En ik vroeg me dan af, Hein, hoe lang blijft dat bij jou hangen, zo'n nederlaag? Want verliezen in de laatste minuut, dat is echt zuur. Hè? Het had ook niet gehoeven. Ik denk, als ik heel eerlijk mag zijn, in mijn eerste periode... bleef dat bij mij minder lang hangen dan bij de rest. Omdat ik toen zag aan die groep dat ze daar zodanig mee bezig waren, dat ik eigenlijk zei, ja, na één dag moet dat bij mij weg zijn, dan moet ik die mannen al terug. En nu is het omgekeerd. Uh-huh. Nu blijft dat bij mij langer hangen dan bij hen eigenlijk. Echt waar. Ik ben er een paar dagen altijd niet goed van. Als ik zie hoe dat wij punten weggeven, ben ik daar echt nu een paar dagen niet goed van. En ik stel vast dat bij mijn groep dat heel vaak anders is. Dat ze heel snel terug zeggen, de volgende match zal het wat beter zijn. En is dat dan goed? Dat ze het grap achter zich kunnen laten? Nee, dat is jammer genoeg niet goed. Dat vind ik jammer genoeg niet goed. Ik vind, ik ben altijd ziek geweest van, ik kan niet verliezen, ik kan heel slecht verliezen. Hè. Ze hebben mij dat ooit proberen af te leren, maar ik vind dat een slechte zaak voor een topsporter. Afleren om te verliezen. Niet te kunnen verliezen. Ja. En te kunnen leven met verliezen. Nee, je moet respect hebben en je moet niet beginnen met vechten en doen. Maar je moet niet, zeggen van, op naar de volgende. Echt niet. Echt. En ik voel dat het... Ik zeg het, is erger. Vroeger had ik dat niet. Vroeger wist ik, oké, morgen moet ik terug de positieve zijn en ik moet die mannen morgen weer meepakken, want die gaan zodanig down zijn dat ze verloren hebben. En nu is het omgekeerd. Ja. Nee, begrijpelijk. Niet dat zij mij nu proberen... Kom aan, coach. Nee, dat ook niet. Maar het is toch een heel andere insteek, moet ik zeggen. Ik ben met collega naar huis gereden, helemaal de lange rit vanuit Genk. En ik denk dat we alles samen nog 10 zinnen tegen elkaar gezegd hebben. En het was niet dat we ruzie hadden of zo, maar het was gewoon ontgoocheling. Ja, je verliest de laatste minuut en je trekt je dat aan. Je moet mijn vrouw uitnodigen en je moet het aan haar. Zij gaat bevestigen. Hè. Zij gaat zeggen, vroeger was dat allemaal veel minder erg. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat je weet dat je groep daar zodanig van wakker ligt, lag vroeger. Dat je weet van, pop ze weer op, morgen heb ik ze weer mee, nieuwe draad, kom aan gasten, dat is achter ons en we gaan er weer. En dat was dan ook, we gaan er weer tegenaan. Hè. Terwijl het dan nu zo is van...
En gaat er dan thuis s'avonds met mevrouw van Hazenbroek ook nog over de match? Er wordt niet meer gebabbeld. Ik vind dat erg. Allee, ja, maar het is er wordt toch nog gebabbeld tussen, over andere dingen dan? Nee, ja, ook niet. Ook niet. Ah ja, je bent gekeerd. Want ik denk als ik, ik ben echt. Ja. En vroeger had ik dat niet echt. Maar nu ben ik echt zo... Omdat het ook alweer te vaak is gebeurd. Het is eigenlijk hetzelfde verhaal van scheidsrechtersverhalen. Als dat ene keer gebeurt, slik je dat in. Als dat twee keer gebeurt, slik je dat ook in. Maar als dat zo vaak gebeurt, en als je ziet hoe vaak dat wij al in onze eigen voeten hebben geschoten, dit seizoen al, ja, dat is gewoon ook te veel. Hè? Dat is te veel. En dan reken je al van, ey, dit kan ons duur te staan komen. Het is weer achtervolgen. En die eerste, die fietsen gewoon door. Je weet, Antwerp-Genk, die gaan geen Europees niet meer spelen, dus die gaan daar al geen punten aan verliezen. Terwijl dat wij dat wel gaan doen. Gelukkig Union ook. Anderlecht wellicht ook nog. Dus ons concurrenten voor dat vierde plaatsje, Leuven niet, die spelen ook geen Europees. Standaard ook niet, die gaan misschien ook weer meedoen. Maar oké. Ben jij dan iemand die bij wijze van zelfkastijding na zo'n match ook nog eens de sociale media gaat lezen en zo? Of blijf je daarvan weg? Nee, ik zit niet op sociale media, gelukkig niet. Maar je hoeft er niet actief op te zijn om het wel te lezen of mee te krijgen. Nee. Het is de moderne manier van leven, maar ik vind het gewoon ongelooflijk... een ongelooflijke minderwaarde. Geen meerwaarde, maar een minderwaarde. Voor de mentale gezondheid. Het is heel slecht. Iedereen voelt zich nu geroepen om trainer te zijn, om bestuurder te zijn, om supporter nummer 1 te zijn. Terwijl dat er heel veel mensen zijn die zeker nog nooit in het stadion zijn geweest. Hè. Maar ze geven zich wel uit als de grote kenner. En ze weten alles van in- en outside, zo gezegd. En ze gaan al zeggen hoe dat de coach moest spelen en zo meer. Ja. Maar dat was wat we vroeger op café werd gedaan. Maar dat is perfect. Dat is plezant. Omdat je dat onder elkaar doet. Dat is met 7 man. En nu is dat wordt dat van heel de wereld gedeeld. Met een stropje erbij. Ja. Plus de media nemen de sociale media wel over. Hè? Ja, ik ging het net zeggen, hè, want dat vind ik ten eerste een soort plaag. Hè. Als er nu ergens 4 tweets staan dat er een speler slecht was of zoiets, dan wordt dat al in de media overgenomen, wat al verschrikkelijk is. Daardoor worden er bij wijze van spreken trainers ontslagen. Maar wat dat mij ook een beetje tegen de borst stoot, en dat doen we niet met Bahamontes, dat deden we niet met Puskas, is zo het van alles... van elke mug een olifant maken en constant draaien met wind. Hè. Gent wint 2 matchen en ze zijn in de vorm van hun leven en je verliest een keer en gelijk en plots deugt er niks meer. De waan van de speeldag noem ik dat. Ik kreeg na de match zondag, ik niet, mijn collega Wouter Franke kreeg de vraag van een journalist van Belang van Limburg, denk ik. En die vroeg hem, uw verdedigers zijn wel ongelooflijk goed bezig, toch? En Wouter zei, fantastisch. Als ik zie dat die jongens eigenlijk die duels aangaan, man tegen man. En geweldig, geweldig. En ik kom tussen, en ik kom niet tussen als ze hem gedaan hebben. En ik zeg, en hadden we nu die 2 balverliezen die ze in het begin van de match geleden hebben. Afgestraft. Hadden moeten afmaken. En we wonnen hier met 0-2. Dan ging de verzekerde de vraag gesteld hebben. Je hebt wel een probleem met u. En zijn antwoord was, inderdaad. Onvoorstelbaar, hè? Voor dezelfde match. Tuurlijk. Ja, inderdaad. Omdat het resultaat 1-0 is, waar die verdedigers niks in te zien hebben. Ja. En geen 0-2. Ja. En waar die verdedigers ook niks in te zien hebben. Jawel, ze hebben een bal verspeeld. Maar mijn spitsen hebben vergeten van al de goal te shotten. Ziet, 2 verschillende replieken, terwijl dat de match en de prestatie van de verdedigers eigenlijk dezelfde is geweest. Ik denk dat de vraag stellen ze al een beetje beantwoorden is, maar... want je volgt de sociale media niet, en misschien maar goed ook, maar de klassieke media wel. Je leest wel kranten, je kijkt wel televisie. Erger je je vaak? Oh nee, maar gisteren, ik heb alleen de laatste minuut van extra time gezien of zo, of heel het einde, of ergens het einde van Belgisch voetbal, en het was over de inworp van Samoise. Ja. Die moest hernomen worden, omdat hij eigenlijk al ingooit van 4 meter buiten de lijn. En de bal botst eigenlijk... nog buiten het veld, vooraleer dat hij in het veld komt. Dus de bal, dat mag niet. De bal moet rechtstreeks beneden. Dus dan laten ze zien, grappig. Hè. En daarachter tonen ze een beeld van mij, die eigenlijk zoiets doet van... Wegwerpgebaarken. Ja. Maar ik wist 100% zeker dat ik op die fase... Dat niet gedaan heb. Nee, want ik heb dat niet gezien zelfs. Ik had dat niet gezien, dus ik was er echt niet mee bezig. Dus dat was eigenlijk een reactie voor...
Ze hebben dat nu gecheckt met mijn videoanalisten. Voor een slechte bal die een van mijn spelers had gespeeld. Dat zei, en dan zetten ze dus naar elkaar. Ja. Maar ze gebruiken dat. Fake news. Fake news is dat. Echt 100% fake news. Hè. Maar dat wordt dus door het productiehuis, dat 11 dat, waarmee dat ze samenwerken, erachter gezet. Achter die fase. Ja. En extra time pakt dat dan over. En denk dan, alhoewel dat Filip Joos onmiddellijk zei, ik denk niet dat hij het daarop had bij die. Maar het wordt wel vlak na die herhaling gezet. Ziet? En dan zeggen de mensen, oké, is weer al niet akkoord met de scheidsrechter. Ja, sorry. Dat is niet alleen fake news, dat is ergens tendentieus. Ja, ja. Zie je? Omdat ze zeggen, ja, Van Azenbroek is de moeilijke. Hè? Die gaat altijd in tegen de scheidsrechter. Ja, dus zoek eens ergens een beeldje waarin dat ik ergens met mijn armen zwaai. Je moet niet ver zoeken, want dat gebeurt vaak. Kunt je zijn. Dus je kunt er veel hebben. Meemals per match. En dan plakken ze die na een tussenkomst van een scheidsrechter, een tussenkomst van een tegenstander, een reactie van een andere coach of zo. En dan plakken ze daar. Ja, dat is verkeerd. Hè. Dat is geen journalistiek. Dat is ten allen tijde. Ja, ja, sorry, maar dat is geen journalistiek. Dat is de compleet fout. Dat is wel journalistiek. Want dat bestaat al eeuwenlang, hè. Ja, ja, wel, maar eeuwenlang. Als men oorlogsreportages maakt, stikt men er ook andere beelden in. Hè? Maar dat is geen goede journalistiek. Men toonde op één, en pas op, ik ben een fan van één hè, en van Sporza. En ik kijk meestal, maar op het nieuws van één toonde men, er is schade aan het dak in de Gelamco Arena. En men toonde een video van een Nederlands stadion dat totaal niet op tonzen leek, waar dat dak ging te wapperen. Ma. Op één, hè. Okay, en dan denk gemist, je, joh, dat is wel een niveau hoger dan sommige anderen doen. Ja. Ja, maar zij durven ook, hè. Maar allee, ik eigenlijk... En dat zijn allemaal kleine dingetjes, hè. Maar ik eigen mij soms ook aan de media. De clickbait sites. Ja, dat is verschrikkelijk. En het tendentieus inderdaad. Ik bedoel, allee, ze geven zelf toe dat er over agenten weinig wordt geschreven. Geven ze zelf toe, hè. Ze geven zelf toe, we weten, het is allemaal Brugge, Anderlecht... En dan Union een beetje vorig jaar. En als Genk het goed doet, gaat het wat meer gaan. En we weten dat we over Gent te weinig hebben gespeeld. Jullie hebben een fantastische tweede ronde gedaan. Jullie hebben de beker gewonnen. En eigenlijk zijn er te weinig in de picture gekomen. We weten dat. Maar we gaan er wel niks aan doen. Ja, maar dat zal dan te maken hebben met cijfers. Zeker. Ik weet maar bij sportvoetbalmagazine zien ze dat. Hè. Bij sportvoetbalmagazine zien ze dat. Hè. Als iemand van Brugge of zo op de cover. Als je digitaal merkt dat er meest geklikt wordt op artikels over Anderlecht, Club Brugge enzovoort. Ja. Dan schrijf je wellicht meer over Anderlecht en Club Brugge. En de kranten worden ook al maar dunner. Hè. Vergeet dat ook niet. Ja. Misschien moet jij gewoon een leger Aziaten ergens zo kliks inhuren. We hebben de Koreaan binnengehaald. Dus, dat is niet slecht. Hè. Nu mogen we nog een Japaner vinden. En die Koreanen mogen ook naar hier komen natuurlijk om het stadion mee verder te vullen in dat verband. En daar moeten we dan misschien maar mee afronden, want we zijn al even bezig. Ik heb horen zeggen dat er nog wel wat plaats is in ons stadion voor de match tegen Djurgårdens binnenkort. Ik denk, als ik me niet vergis, 6 oktober, 9 uur 's avonds. Als we daar nu eens tickets voor weggeven, we mogen 5 duo-tickets weggeven voor die wedstrijd. Chuck, ik dat ze dan toch pakken. Weer alle beetjes helpen. Alle beetjes helpen, inderdaad, onder dat motto. Zullen we maar doen. We gaan er wel een prijsvraag of een quizvraag aan vastkoppelen. Weten jullie trouwens de hoeveelste Europese match het wordt tegen Djurgårdens in de geschiedenis van A-Gent? Nee. Het is een heel mooi rondgetal. Ja, absoluut. 150. Knal erop. Ja. Voilà, ben ik dan een duo-ticket? Nee, want dat was de vraag natuurlijk niet. We gaan het iets moeilijker maken. We gaan er ook een beetje opzoekingswerk aan vastknopen. Want de vraag is, en eerlijk gezegd, we moeten het zelf nog gaan opzoeken. Maar wat was de 123ste Europese match? Enfin, tegen wie werd die gespeeld? Daar gaan jullie nu uit het blote hoofd niet het antwoord kunnen opgeven. Nee, moest ik alle jaren gedaan hebben, zou ik dat misschien wel vrij snel weten. Ja. Ik heb dat dan een tussen gezeten dat ik niet gedaan heb. Ja, van de Champions League of zoiets? Het zal een van de mijnen zijn, denk ik. Ja. Nee, er wordt hier al van 9 geknikt in de achtergrond. 27 matchen geleden. Terug. Maar we mogen het niet verklappen natuurlijk, want het zijn de supporters die maar moeten zoeken en het ons mailen. Dat mag naar stropcast@kaagent.be. Dus stropcast@kaagent.be. Heb er veel gespeeld vorig jaar. Pikken er 5 winnaars uit.
Ja. We hebben vorig jaar 8 plus 6, 14 al gespeeld vorig jaar. Dus er zijn er al 14 weg van vorig jaar. Ah ja, oké. Okay. Dus het gaat juist niet in mijn periode vallen. Henke verklapt al te veel. We moeten inderdaad mee stoppen nu. Maar ik stel voor, Jonas, je hebt je in het begin een beetje negatief uitgelaten, zeg maar, over de tegenstanders in de Conference League. Maar ik verwacht jou wel hier. Laten we afspreken. Hij neemt een abonnement op Bahamontes en dat jij neemt een abonnement op de Conference League. Allee, kom. Het kan nog, hè? Ja, het kan nog. Moet wel kunnen komen, natuurlijk. Hè. Ik heb wel al een match gemist, natuurlijk. Je hebt één match gemist, maar dan nog. Ik wacht tot na de winter, als er maar dan echt zo... Maar sprak u niet aan. Nee, dat is waar. Jules Gardens wel, ja, dat is waar. Oké, na de winter... Altijd welkom. Jules Gardens, kom kijken. Altijd welkom. Goed, het was heel leuk, boeiend en... We zijn er klaar mee met de eerste aflevering van de Stropcast. Dankjewel Hein van Haasbroek en dankjewel Jonas Heijerik. Graag gedaan. Graag gedaan. Tot de volgende. Stropcast.